Eigenlijk geef je jouw ex-partner gewoon de macht om jouw kans op nieuwe liefde, ware liefde te krijgen. Wil je die kracht aan iemand anders geven? Dus iemand anders is al uit jouw leven. Het is al weg. Het is al niets meer. Maar die persoon zit nog steeds hier in jouw mind en die persoon blokkeert nu de ware kans op liefde. Is dat niet precies wat die manfucker wil? Elke aflevering schuiven we aan hier bij deze tafel en heeft de liefde de hoofdrol. Dat bestaat soms uit mooie en inspirerende anekdotes, maar soms horen we ook hoe lelijk de liefde kan zijn. Wat het in ieder geval altijd is, is real. Het is het hart wat hier spreekt. Het is de energie die bepaalt welke kant we op gaan in het gesprek. Het is Gilly's Love Met vandaag is je boy Jay. Mimang, ik waardeer dat je er bent. Dankjewel, man. Sowieso omdat ik weet dat je van ver komt. Mm. Misschien ook figuurlijk, maar vandaag letterlijk. <laughs> helemaal uit Limburg. <laughs> juist, op, juist op, Dus juist. alleen dat al vind ik doop. Dankbaarheid, Mimang. Dank dankjewel, dankjewel, man. Dankjewel. Ik ben blij om hier te zijn, man. Ja, dankjewel. man. Um, ik kreeg tijdens de eerste paar afleveringen van Gilles Lovelijn al DM's met... hey, je moet... Het is je boy Jay uitnodigen. Was er ah, En ik ga eerlijk met je zijn. Uh, ik had nou wel een paar filmpjes van je voorbij zien komen, maar ja. ik had me nog niet goed verdiept in je content. Ah, zo. Ja, ja, ja. Toen ik dat wel deed, uh, is dit wat ik dacht te herkennen. Deze keer heeft een uh, grotere missie dan simpelweg mensen te laten lachen. Ja, klopt helemaal. Klopt helemaal. Dat klopt, zeg jij. Ja. Uh, wat is die missie dan, als we het dan toch even over hebben? Nou, ik heb. Ik heb... Ooit een keer gezegd, nou, luister, mijn missie is eigenlijk elk persoon op de aarde vrolijk maken. Dat was het eerste. En ik heb extra dat hoog grote doel gesteld, omdat ik weet dat dat me niet gaat lukken. Zo dus heb ik elke dag werk. Dat is hoe ik het een beetje ja. in de basis zeg. Maar uiteindelijk uh, wil ik een... Ik wil wel een glimlach bezorgen, maar het hoeft niet per se voor te lachen zijn. Maar het kan ook zijn... Als ik je glimlach niet kan bezorgen door een grap te maken, kan ik misschien een glimlach bezorgen door je negativiteit weg te halen. Of door je meer van jezelf te laten houden. Of je trauma's weg te halen. Maar in ieder geval, ik wil empoweren. Overal waar ik kom, wil ik empoweren. Ik wil uh, de waarheid spreken, hoe ik hem voel, hoe ik hem zie. En dus eigenlijk wat ik wil, is dienen. Dus ik probeer mijn talenten en de dingen die ik heb gekregen, probeer ik in te zetten voor mijn medemens. Dus ik denk dat mijn hoofddoel hier is dienen van anderen. In welke vorm dat nou ook. Of dat nou comedy is, of dat nou uh, een podcast is, of dat maakt niet uit wat. Ik heb ja. een talent gekregen en dat wil ik inzetten om te dienen. Dus is... Liefde voor de mens dus, zo klinkt dat. Honderd. Maar dat moet ergens vandaan komen, weet je? Het klinkt mooi. Mm. Uh, ik, ik wil dan dieper gaan, dat denk ik. ik hoef het niet nu te doen, maar ik zeg heel wat ik denk. Ik ja. denk dan van waar komt dat? Van waar komt dat? Uh, ja nou, daar nou, heb je me wel meteen. Het is niet altijd liefde en licht geweest bij mij. Uh, eerder haal in Duitsland, waar ik in ben opgegroeid. Yo. Okay. Dat was, uh, ja, ik kom best van een hard straatmilieu, daar, daar kom ik vandaan en daar was het eigenlijk alles behalve lofie en uh, mm -hmm. blij allemaal. En positiviteit. Dat was er, uh, het was er soms wel, maar dat was sporadisch. Ja, ja. Uh, dus ik denk dat ik, uh, hoe ik het een beetje kan zeggen, is ik heb best wel wat duistere dingen gezien. Waar ik op een gegeven moment heel graag uit wilde komen en daar ben ik uiteindelijk ook uitgekomen. En toen had ik zoiets van, ik ga nooit meer terug naar daar. Ja. En nu ga ik, ik weet hoe het is om verdrietig te zijn, ik weet hoe het is om boos te zijn, ik weet hoe het is om onbegrepen te zijn. Ik weet al die dingen hoe het voelt. En nu heb ik zoiets van: laat mij dan proberen het weg te halen bij anderen. Dus ik denk dat dat, het, dat mijn startschot is geweest. Juist omdat het, ik was helemaal aan die andere kant. Mm -hmm. En, en hoe ver was dat? Waar heb je dan over, wat je vooral verdrietig maakt? Uh, nou, Ik denk mijn thuissituatie heeft me behoorlijk verdrietig gemaakt. Hoe ja. ik ben, uh, ben opgegroeid. Dus uh, mijn vader en mijn moeder was niet altijd uh, koek en ei. Mm -hmm. uh, ik heb een tijdje, open en eerlijk dan als ik ben, ik heb een tijdje in het drugcircuit gezeten yeah. uh, in Limburg. Dat was ook niet echt top. Mm -hmm. Wel veel uh, geld en allemaal dat soort dingen. Maar ja, wat je daar allemaal ziet en meemaakt, dat gaat je ook niet in de kalk leren zitten. Dus dat was ook niet echt positief. En ik denk, een cultivator van dat. Dus het was niet echt, ik heb niet de beste thuissituatie gehad. Ja. En uh, opgegroeid in een drugscircuit. Ja, en, ja, ja. Die combinatie. Ja, het is bijna gewoon de, de typical, uh, typical story van. Uh, ja, dat zou je denken, hè? Ja, maar dan maar... laten we ons richten hier op Nederland. Want mm. uh, uh, dan. Dat, dat denk ik als je dat denkt van typisch. Mm. Maar dan moet je opvragen waarom is dat zo, afvragen, waarom is dat zo typisch dan? We zijn hier in Nederland, het ja. westerse deel van de wereld. Dan zou je denken van je hebt genoeg middelen om uh, vooruit te komen. Maar ik denk, hoe komt het dan dat? Want ik heb ook een zo'n soort, zo soort verhaal, ja. hoe komt het dan dat we toch uh, in dat soort gedeeltes uh, belanden? Is dat gevormd? Ja. Ja. Of komt het echt alleen door onze keuzes? Nee, ik denk niet Wat denk jij? Ik, ik ben geboren in dit. Dus het is niet dat ik echt een keuze had en ik denk: ja, ik wil niet deze kleden aangeven, maar je krijgt niet precies de gelijke kansen. Niet iedereen krijgt de gelijke kans om te doen. Ik heb gesolliciteerd bij de C1000 toen de tijd en ik werd daar niet aangenomen, maar ja. mijn vriendjes op de basisschool werden daar wel aangenomen. Ja, ja, ja. En ik moest ook geld verdienen. Nou, en de mensen waar ik naar nou opkeek, die hadden weer een bepaalde visie over geld verdienen en die hadden weer mm -hmm. een bepaalde visie uh, hoe ze dat moesten bereiken. Dus het is eigenlijk, um, ik denk dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Dat is, dat is één. En je hebt natuurlijk te maken met uh, gebroken familiesystemen, die ook weer iets in gang zetten bij iemand. Juist. Dus ik denk dat het een combinatie is van die, die factoren. Denk ik. Ja, ja, ja. En, en uh, by the way, ik heb me dus inmiddels wel verdiept, al een tijdje in jouw filmpjes. Mm. En uh, jij bent niet iemand die het, uh, uh, het slachtofferrol aanneemt. Nee. Uh, dus uh, dat je het nu even doet, is gewoon even om het verhaal te verduidelijken. Ja, dus precies, I get precies. it. Ja, ja. En als je Jay kent, weet je dat ook. Uh, maar ja, ik heb me altijd afgevraagd, hoe komt het dat ik uh, dan steeds eindig? Mijn, zoon, uh, mijn woonsituatie is er altijd. Tussen wat ze noemen allochtonen. Ja. Ja. Uh, hoe komt het dat ik altijd eindig... Vind ik fijn, daar <laughs> niet van. <laughs> daar voel ja, ik, dan ik dan me dan. het lekkerst. <laughs> Als ik heel eerlijk ben. Ja. Maar dat is toch bijzonder? Dat ja. je eindigt in een schilderswijk Belmer. Hoe noemen ze dat in Limburg? Hey, ik weet niet eens hoe Oké, okay, Limburg. Je... Ja, Limburg. <laughs> ik, ik ben echt een domme randstad doet Ik weet ja, niets ja, ja. van dingen buiten de Randstad. Daar moet ik echt iets aan doen. <laughs> ja, je moet gaan reizen. Jongen. Ja. Maar blijkbaar is dat uh, inderdaad dus ook in Limburg... Uh, is de situatie ook zo dat je kan uh, terechtkomen in een bepaalde circuit. Ja. En... Uh, uh, Oké, okay. cool. Ik vind dat mooi dat je dat aankaart. Want ik kan niet geloven dat, dat je bent daar gewoon van... Hé, hey, ik ga positiviteit. Nee, dat nee, moet nee. ergens vandaan komen. Ja, je krijgt ergens een springplank. Je denkt, nou, nah, nu, nu ben ja. ik er klaar mee. Nou, leuk voor jou uh, dat je dat dan uh, op tijd hebt ontdekt. Van, nee, dit is hem niet voor mij. Maar zo wil ik me niet voelen. Zo wil ik niet zijn. Ja. Uh, en dat je het niet bij jezelf houdt. Dat je ergens besluit van, ik ga het verspreiden ook. Ja, ja. Ik denk dat dat... Uh... Ik weet niet waarom, waarom zouden. Ja, ik heb zoiets van. Je zit er niet mensen, dat, mee bezig houden. Nee, ik denk ja. gewoon dat dat iets is wat we van nature. Of ik heb dat van nature, dan. Ik weet niet of ja, veel mensen zullen het hebben. Maar als je iets voor jezelf hebt, als jij iets bereikt. Of uh, je, be, je hebt een good story. Je hebt, ja. een, je hebt, een, je hebt een, een verhaal wat je wil vertellen. Wat heb je aan een verhaal als je het niet kan delen? Mm -hmm. Dan is het waardeloos voor, ja. mijn, uh, voor mijn gevoel. Dus daar heb ik zoiets van: ik wil dat gewoon delen met mensen. Wat jij nu doet, je deelt iets met mensen. Ja. Dus ik denk dat dat wel iets is wat we allemaal wel een beetje voelen. En ja, dat is mijn enthousiasme, denk ik. Dat ik denk, hey, ja. let it all out. Let it out. Dat ja. moet, anders ga je ontploffen of zo ja, waarschijnlijk. Zie, ja, precies. Ja, ja. <laughs> en anders, waar doe je het helemaal voor? Dus je ja. doet een deel voor jezelf, maar je wil ook gewoon geven, toch? Ja, 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 ja. Dat denk ik. Nee, mooi. Uh, wat ik altijd leuk vind om te doen, uh, hier en daarvoor doe ik het ook, om, om uh, uh, de mensen uit te nodigen. Met ze te praten over andere topics en in een andere setting dan dat je gewend ja. bent hun te zien. Uh, op die manier uh, denk ik dan dat je ze beter leert kennen. Ja. Uh, dat hoop ik dan. Uh, om erachter te komen wie ze echt zijn. En uh, stiekem ook mijn missie te vervullen. En dat is elke aflevering weer uh, de liefde proberen beter te doorgronden. Ja. Uh, dan zou je denken als je erachter wil komen wie iemand is. Vragen diegene. Nee, ik heb het anders gedaan. Ik ben gaan dikken op social media. <laughs> Okay. En met dat idee, dan hoor je het volgende over J. Mm. Iemand moet jou stoppen, je bent een gevaar voor de maatschappij. Oh, dat was twee dagen geleden. Je, je bent de zwarte tiran. Oh ja. Maar ook deze mensen houden van jou omdat je bent zoals je bent, eerlijk en oprecht. Of deze J, mooi mens, verander voor niemand. Ja. Dat is uh, social media dan, die bezig is met Jay. Ja, klopt. Gelukkig ben je vandaag hier en kan ik je wel vragen ja, ja. Uh, uh, wie jij echt bent. Uh, in de zin van: Nou, laten het zo doen. Uh, ik wil het op twee manieren aan je vragen. Uh, als je met meest positieve bril en met liefde naar jezelf kijkt. En jij moet mij die vraag beantwoorden zonder dingen te betrekken wat je doet, bijvoorbeeld theatermaker of automonteur. Positieve bril en met liefde, wie is Jay? Jay is een dienaar van God. Meer niet. Dat, ja, ik Mooi. kan het niet. Nee, duidelijk, niet. duidelijk. Dat is, dat is wie Jay is. En al die dingen wat ik doe, dat is slechts een manier van. Je bent een ja. tool? Ik ben een tool. Okay. Ja, meer, meer wil ik mezelf ook niet geven. Dat is het enige wat ik eigenlijk echt ben. En al die dingen op theater en al die dingen, dat is gewoon, ja, bezigheidstherapie, laat me het zo zeggen. <laughs> maar yeah. that, that's me. Meer niet, eigenlijk. Oké, okay. je bent ook... Ambitieus als vak, dat herken ik ook. Ik zie het gewoon, want je doet heel veel. Er uh, is ook hele groei, uh, heeft plaatsgevonden uh, tussen leuke filmpjes maken en nu gewoon... Volgens mij bijna altijd wel geboekt. Ik zie het theater, dit theater, dat staan. Doop, inspirerend ook. Dankjewel man, dankjewel. Uh, En ambitieuze mensen, uh, die schoppen het ver omdat ze kritisch naar hunzelf weten te kijken. Ja. Uh, daarom wil ik je vragen om met een kritische bril naar jezelf te kijken wanneer ik je vraag... Wie is Jane? Boah, met een kritische blik naar mezelf te kijken... Wie is Jay? Jay uh, spreekt zichzelf soms wel tegen, omdat hij zegt dat hij een dienaar van God is. Dat ja. is wat hij zegt, toch? Maar uh, ik wil graag verbinden, maar soms hoe ik mezelf profileer, verdeel ik ook. Snap je? Oké, oké. En dat vind ik, dat is denk ik een, een struikelpunt wat nog bij mij uh, erin zit. Dat vind ik lastig, omdat ik, als ik, ik ben best wel. Van de standpunten. Dit, dit is hoe ik het zie en dit is ja. hoe ik het voel. En um, ik bedoel, we zeiden het net al van tevoren al. Uh, nu in deze maatschappij zijn er twee kampen van allerlei dingen. Je bent een vrije denker of je bent een schaap of je bent dit of je bent zo. zo. En zodra je een kamp is, of je bent een wappie of je bent een schaap of je bent uh, pro dit, uh, voor Zwarte Piet, tegen Zwarte Piet, je bent dit, ik zeg maar van wat, allemaal kampen. Juist, juist. En ik ben stellig, ik neem een kant in. En dan voel ik soms weerstand omdat ik dan ook onderdeel ben van die verdeling. En dat vind ik moeilijk. Ah. Dat, snap je wat ik bedoel Terwijl dan... je ook wil verbinden. Ik wil eigenlijk verbinden. Maar je bent ook iemand die vindt dat je stelling moet nemen als ja. je eenmaal Ja. En dat ik begrijp wel. reflecteert dan, weet je wel. Dan Een walking ik... contradiction. Ja. Eh, maar dat is menselijk, by the way. Daar ben ik dus achter gekomen voor mezelf. Ja. Oh, dat je uh, tegen tegenstrijd Dat je zegt, wacht even, ik zeg het één, ik doe het. En je hè? doet het ander. Oh, ja, maar dat is mens zijn, ben ik achtergekomen. Okay, dus ook gelukkig dat ik jij er al achter bent Ja, ben ja, ja nee, maar dat is zo. Ja. Want anders ga je faken. Ja, nee, dat is ook zo. Anders ga je op een gegeven moment ga je faken. zeg je, oh, wacht, ik heb dit gepresenteerd. En dan moet je... En, en dan moet je, oh, dan moet ik... Weet je, dat is, ja. dat is iets anders dan stelling nemen. Want nu ben je het ja. echt aan het vormen en... Terwijl... Daarom start ik ook met, als je kritisch naar jezelf kijkt, en dat is kritisch naar jezelf kijken, gewoon kunnen uitspreken van hé, hey, het is wel tegenstrijdig hoor af en toe, uh, ja. wat ik zeg en wat ik doe. En, uh, ja, dat is, dat is één ding wat ik wel echt... Uh, ja, en ik weet ook niet, mag ik jou afvragen, vragen, hoe ga je daar mee om? Hoe A kan je dan... Accepteren, ik ben dus tot dat punt gekomen, ik vraag, oh, maar dat hoort bij mens zijn. Ja. Want ik herken dat dan snel en ik ben alles behalve fake. Ik ben je ja, de stop. intelligentste, ja. ben je de knapste... Mm. Misschien wel. <laughs> uh, maar uh, ik ben mens en real, dat is wat ik ben. Juist en dan. ik ben mezelf aan het vormen. En dat zal ik doen wanneer ik 40, 50, 60, waarschijnlijk misschien nog 70 ben. Juist ik dan. hoop het voor mezelf dat ik niet denk dat ik er al ben. Nee. Dan is het klaar. Dat is niet goed. Dat zal dus niet dat is hoe ik er nu naar kijk. Van, oh, ik ben mezelf aan het vormen. Yes. Bij jou is dat ding, en bij mij ook nu inmiddels. Ik vergeet dat ik ook uh, in beeld ben inmiddels, maar uh, uh, jij wordt dan naar veel mensen gevolgd en krijgt veel meningen en veel dingen op je af. Veel liefde, maar ook veel haat. Yes. En het maakt niet uit hoe sterk jij bent, want je komt sterk over. Mm. Het zal je altijd bezighouden, of je het nou Heerlijk. weet of niet. Heel leuk. Uh, ja. uh, en daar ga je dan afvragen: van, damn, ben ik nu hypocriet of. Precies. Maar dat is ja, mens zijn. Ja, ja, ja. Alleen al dat je daarmee bezighoudt. Uh, geeft mij een gerust gevoel van, oh ja, die gozer is goed bezig. Want ja. je, kan, je hebt bijvoorbeeld, ik hoef geen namen te noemen, maar kijk naar mensen die influencers zijn of uh, in beeld te zien zijn, die maar vasthouden aan hun standpunt. Precies, en gewoon... Om hun doelgroep te dienen. Ja. Ja. Want uh, ik wil hun niet kwijtraken, man. Ze geloven ja. zo erg in mij. Ik zal een voorbeeld geven, een lichte voorbeeld van mijzelf. Toen ik pas begon met deze show... Mm -hmm. Ik kan de ene dag praten over, uh, de ene aflevering praten over anale seks. De andere keer gaat het over uh, uh, seksuele intimidatie, wat iemand meemaakt. Mm. Uh, maar de andere keer heb ik een stevig gesprek met uh, vrouwen waarmee ik het niet eens ben. Dan ziet iemand bijvoorbeeld zo'n <laughs> zo gesprek ja. en dan denkt hij, oeh, onze Kevin Samuels. Dan krijg ik een bericht hé, hey, dat hebben we nodig, maar praat wel met die bitches, man, die zitten allemaal te relaxed. Hé, Mimang, ik adoreer vrouwen. Maar ik zet mm. mensen wel op een plek waar ik yes, denk dat yes, het nodig yes, yes, is. Yes, yes, maar yes. you got me wrong, my dude. En mm. op dat moment kan ik ervoor gaan van... oh, is dat wat ik doe? Oeh, ik bijt hierin. En nu ga ik de ah. Nederlandse Kevin Samuels uithangen... Ja, omdat juist, ik zie dat dat scoort. Ja, je wordt Normal. slachtoffer van dat beeld... wat je even gecreëerd hebt dan. Uh, ja, nee, niet ja. eens slachtoffer... maar iemand begreep het verkeerd. Ja, precies. Ik maar zeg, dan bijt je je ik zeg kijk je de volgende aflevering. Misschien vind je me dan minder leuk. Ja, 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 ja. <laughs> uh, maar ik ga niet mee in... Uh, uh... Gevangen worden in een geschapen image. Ja, omdat image van hoe dan ook. Zo real als dat ik ben... Uh, je ziet niet alles van me... Mm. en je maakt me niet echt mee... Ja. En ik ga niet mee in jouw shit. Nee, nee, <laughs> ik nee. Ik blijf nee, nee, in meisje. Nee, nee, shit. Nee, klopt. Ja. En dat is gilly. Ja, dus... daar ben ik wel ook echt heel sterk in. Ja. Dat ik ja. blijf wel gewoon bij mezelf ook al. En ik weet sommige dingen wat ik doe. Gaat meer scoren bij die doelgroep of bij die ja. Maar ik moet wel gewoon bij mezelf blijven. En daar... Ja. Uh, ja, bij mij is het nu wel echt precies wat je net zei. Ja, nu... Bij mij is geen, uh, zit geen filter meer op. Je houdt van me of je haat me. Dus ja, het, ja. Er ja, zit ja, bijna ja, niks meer tussen, joh. Ja, ja. Maar dat is ook uh, volgens mij de beste uh, manier om deze social media game te surviven. Ja. Ja, ja honderd. Uh, want ergens wist je wat je deed, was je begonnen. Dus met, maar, dan, maar dan bloot het op. En damn, dan, dan is dat weer nieuw. Oh, hoe ga ik daar weer ja, mee om? Klopt. Ja, klopt. En dan moet je ook nog je sanity houden. Ja. Uh, en bij je uh, principes uh, kunnen ja. blijven zeker staan. zeker weten. Zeker weten. Ja, man. Ik vertel het allemaal zo mooi, maar ik ook me, man. Maar zoals ik zeg, ik accepteer het. Acceptatie. Ik, ik, ja, acceptatie, ja, ja. dat vind ik mooi. Dat is wat het leven maakt. Dus, Kom, het dus uh... balanceren tussen die twee dingen. En het zal heel gek zijn als je op een gegeven moment een staat van perfectie gaat, uh, ja. gaat uh, nastreven. Want ik denk dat we allemaal imperfect zijn en dat maakt ons juist zo mooi en uh, ja. perfect. Dus ik wil het ook niet, maar ja, ik, dat is het, als ik kritisch naar mezelf moet kijken, dan was dat het eerste wat in me opkwam: van hé, hey, soms zeg ik dit, maar ik doe dat. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Toch? Nee, ik vind dat hoort bij de mens. Dus ik, oh. ik hoop dat dat iets uh, voor jou kan doen. Uh, 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 nee, dope. <sniffs> Ik gaf net al het voorbeeld, hè? hele lieve berichten, negatieve berichten. Maar waar je niet omheen kan, is dat ik gewoon uh, uh, mensen zelf huilend zie. Uh, omdat wat dan ook jouw woorden hun raakt. Of jouw woorden hun uh, een beetje zelfliefde geeft. Ja. Hoe vaak twijfel jij nog aan of jij genoeg van jezelf houdt? Um, ik twijfel daar niet heel veel aan. Ik ben wel, en ik denk dat dat een dunne lijn is, ik ben heel zelfkritisch. Dus ik... ik de liefde voor mezelf, die is echt aanwezig. Ik hou van mezelf en ik mag er zijn en ik ben goed zoals ik ben. Alleen uh, daar zit weer een, een, een dunne lijn in. Ik streef wel altijd naar verbetering. Dus ik, ik ben er nooit. Ik mag er nu zijn, maar ik ben ja, er nooit. Weet ja, je je dus dat is een beetje... Maar ik heb geen moeite meer om van mezelf te houden. Meer? Nee. Dat had ik wel. Ja, ja, dat, ja. Uh, dat had ik wel. Omdat ik eerst... Het Hoe lang beeld had. geleden nog, als je je kan herinneren? Um, nou, ik denk nu een jaar of vier. Vijf geleden. Uh, ja, laten we zeggen vijf jaar terug? Ik zeg vijf jaar, ja. Dat zou dat je ja. niet zo stellig zeggen. Nee. Ik hou van mezelf, zoals je het net zei. Lekker zelfverzekerd, heerlijk om te horen, by the way. Maar dat. Nee, dat, nee, dat was, dat was, jij was niet toen, toen niet. Omdat ik toen nog een heel ander leven leidde. Ja. En de acties die ik deed, die. conflicteerden die, uh, te veel met mijn, met mijn hart, mijn morele plicht. Ja. Om een goed mensen zijn, ver je dat kan zijn, maar ik, ik, ik was niet, uh, nee. Ik kon, ik kon niet echt met trots naar mezelf kijken wat ik eigenlijk allemaal mm. aan het doen was. En nog niet eens aan de dingen die ik aan het doen was uh, of het nou criminaliteit was, maar ook gewoon puur dat ik niet luisterde naar mijn eigen hart. Dat ik niet luisterde naar wat ik eigenlijk echt voelde. Ja. Ik, heb, ik heb in dat circuit gezeten en daarna deed ik nog uh, boekhouding. Ik zat gewoon op kantoor. Ik was doodongelukkig. <laughs> en ik voelde gewoon ergens van, wat doe ik hier? Maar ik ging toch elke keer. Ja. En ik verwaarloosde eigenlijk mijn eigen geluk om gewoon maar vast te houden Juist. aan vastigheid en, en, en goed inkomen en dat soort dingen. Dus ik denk, zelfverwaarlozing, dat is letterlijk een, 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 een gevolg van een gebrek aan zelfliefde. Als jij jezelf niks waard bent, dan pas ga je jezelf verwaarlozen. Als jij jezelf hoog hebt zitten, dan ga je jezelf niet verwaarlozen. In jouw geval, dan hou je je bezig met uh, wat niet echt jouw pad is. Ja. Uh, uh, circuit, uh, noem je nu een paar keer. Uh, of voor andere mensen eten slecht. Of voor andere yes. mensen daten slecht. S in de verkeerde personen. 100. Of het nou daten slecht, eten slecht, uh, alcoholgebruik, drugsgebruik. Al die ja. dingen waar jij zegt: van luister, ik ben mezelf nu aan het verwaarlozen en ik weet het. Ja. Je weet het. Dat is een gebrek aan zelfliefde. Ja. Want alleen de dingen die je, ja, de dame zegt het, de dingen die waardeloos zijn, die verwaarloos je. Uh -huh. Iets wat heel waardevol is als je een nieuwe, nieuwe auto hebt. En het is helemaal splinternieuw. Je gaat heel voorzichtig ermee om, want het is waardevol. Ja. Maar als ik dan af en toe kijk hoe ik met mezelf ben omgegaan in die tijd, denk ik, wauw man, ja, je had echt geen. Word je er verdrietig en... van als je terugkijkt? Niet verdrietig maar dat ik denk van... Of trots je van kijk waar ik nu ben. Ja, ik denk dat eerder. Mm -hmm. En het is gewoon van, oké, okay. ik had dat ook mee moeten maken, want nu kan ik, ook, kan ik het ook herkennen bij een ander. Yes. Nu kan ik het ook... Zo van, yo, luister, de reden dat je het doet, is omdat je ergens een overtuiging hebt dat je het niet wapen. Als je ja. dacht dat je het wapen had, had je het niet gedaan. Ja. Snap je? Mensen behandelen andere mensen vaak beter dan dat ze zichzelf doen. Ja, ik geef een wijze raad over relaties. Ja, hij is niet goed voor je, schat. Je moet weggaan en blablabla. Bla. Maar zelf zit je nog in een abusive relationship. Juist, yes, juist. Yes, yes. Snap je? Yes. Dus nee, ik denk dat... Alle vormen van zelfverwaarlozing is een gebrek van zelfliefde. Als je echt naar de kern gaat, ja. denk ik. Ja. Maar heb jij uh, in de relatie dat soort relaties gehad? Dat je denkt van: zo, die paste echt niet bij mij. Wat zo. deed ik? Waar was ik met mijn hoofd? Voor, kapper, man. Ja, weet je wat het is? Ik heb relaties gehad waar ik dan. daar kwam echt de, de meest duistere Jane naar boven. Dat Oeh. ik dacht van: hé, hey. mm -hmm. snap je dat, dat soort relaties ik ben niet? Ik ben zelf niet verwaarloosd eigenlijk. Ja, oké, okay, in relatie wel. Maar. De meeste relaties of flows of zo, wat ik had gehad, was ik degene die verwaarloosde. Was ik degene die niet eerlijk was. Was ik degene. Ja, die... Ja. Snap je? Dat was ik. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat, dat is het voornaamste geweest En dat gaat ook op een gegeven moment ook vreet aan je consciousness. Hè? Als je begint te ontwikkelen, wel ja, omdat je ziet van, want dit is die Tori. Jij hebt nu door wat zelfliefde is, uh, meer dan vijf jaar geleden op zijn minst. Ja. Uh, wat ik dan een beetje herken als ik om me heen uh, kijk, want ik speel nu tegenover mezelf een hele soort love doctor. Ik kan er niet helpen. Ik heb zo'n show gehad over de liefde. Dus nu als ik op straat loop, loop ik met een soort liefdebril. Of wanneer ah. mensen me advies vragen wat ze al voor deze show deden, hoor. Ik weet niet waarom. Ja. <laughs> maar uh, mensen die van zichzelf houden, zoals je net zei, ik hou van mezelf. En dus de uh, uh, hele dag bezig zijn met zelfliefde en herkennen van dit moet ik wel en niet doen. Ja. Die zijn meestal single. Hmm. Ben jij single toevallig? Nee. nee niet? Nee, nee, Oké, okay. je zit al een tijdje in een relatie. Ja, ja, ja. ja. Maar jouw ontwikkeling uh, naar zelfliefde omarmen... Was jij toen toevallig single? Ja. Toen dat allemaal plaatsvond. Ja. Toen je dus ja. ging groeien. Ja, dat wel. Nou, die... J Moet ik wel zeggen... Um, de relatie waar ik nu in zit... Heeft mij de ruimte gegeven om die ontwikkeling aan te gaan. Oh, dat is belangrijk. Dus ja. dat, ik, ik zat er middenin. Ja. Inderdaad, het kwam uiteindelijk toen ik uit de, de abusive bullshit-relaties kwam. Ja, ja. In, toen ik Waar jij zelf ook een aandeel aan, aan had? Het... Waar ik zelf een aandeel aan had. Geen zelfliefde. En op een gegeven moment, nu ben ik erachter gekomen: een gezonde relatie is juist dat de andere persoon zich mag ontwikkelen met al zijn flaws en met al zijn dingen. Ja. Snap je? Dus um, ja. Het is wel wat je zegt, het is, is begonnen toen ik single was, van oké, okay, nu ben ik eens aan de beurt. En, en dan mag je ook lekker egoïstisch zijn hè, zeker. dat is het verhaal. Ja. Dat is het mooie van single zijn, je mag egoïstisch je hoeft, je hoeft zijn, even want even. er is niemand waarmee je rekening moet houden. Ja, precies. Ja. En, en, en een goede relatie, vind ik dan, is het ook al ben je nog niet daar, dan gaat die, want je zegt je rekening houden met elkaar, oké, okay, in en enigszins zeker, maar ook rekening houden dat de ander nog rekening met zichzelf moet houden. Ik ben hem nog niet. Ik, ik, I'm, I'm struggling. Uh, snap ik wat ik bedoel? Ja, ja. Dus uh, je hoeft niet helemaal volmaakt en perfect van jezelf te houden uh, voor een relatie in te gaan. Want soms kan die relatie jou zelfs nog die boost geven om veel van jezelf te gaan houden. Als je de juiste partner hebt, Ja, ik. wat niet makkelijk is, by the way. En niet vanzelfsprekend. Zeker niet. Laten we het real houden. Ja, ja. ja het is ja, geen ja. sprookje. Mm -mm. Hell, motherfucking no. Want, nee, zeker niet. Ja, maar jij zegt dat, hè. Dan denk ik van, ja, ik vind dat een beetje gevaarlijk. Ik geloof je wel, hoor, daar niet van. Ik geloof dat dat kan werken voor iemand en dat ja. het aan jou is overkomen. Maar ik vind het eng als je denkt van, om compleet te zijn, moet ik in een relatie zitten. Ooh. Niet dat je dat zegt, nee. maar het leunt er wel meer naartoe dan dat je zegt van, nee, ja. uh, pinaar me even zelf single in alles en ontwikkelen identiteit. Ja. Waardoor je, je met de sterke identiteit, want dat is waarschijnlijk wat jou is overkomen, in een relatie kan stappen. Ja. Uh, hey, de new and improved J. Juist. Ik snap <laughs> wat je bedoelt. Snap, er zijn ook heel veel mensen die van relatie naar relatie hop 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 hop. Ja, in de hoop het, van uh, complete me. Ja, yeah, ah, me. Nu, jij vult mij aan. Juist, maar dat, dat, dat is hem niet. Geloof nee, je meer. daarin? Nee, 100% niet. Nee. Jij bent je. Jij moet toch je eigen gezelschap moet je kunnen verdragen. Als jij je eigen gezelschap niet kan verdragen, hoe kan je verwachten dat iemand anders jouw gezelschap gaat. Ja, ja, dat ja, gaat ja. niet. Ja, ja, dus ja. eerst inderdaad vind ik wel. Je moet met jezelf kunnen zitten. Ja. Je moet van jezelf kunnen houden. Je moet jezelf uit eten kunnen nemen. Je moet jezelf... Snap je? Je zal cool. eerst helemaal die, deze moeten hebben. Alleen, ik kreeg de ruimte. Ik zat in die relatie, maar ik kon nog steeds dit doen. Zonder dat iemand zei, ah, en ik? Ja. Dat had ik niet. Snap je? Dus normaal kan dat wel zijn in een ja. relatie. Ja, klopt. Maar inderdaad, ik vind wel wat je zegt. Um, eerst jij. En dan pas in de relatie. Ja. Er zijn van die, van die special occasions, dan zit je in die relatie en kan je nog steeds zeggen, hey, but I'm working on me. Het is, ja. niet, het is niet voor de hand liggend. Maar... Hey, applaus voor diegene die niet zo egoïstisch is. Om te, want dat kan je gauw onzeker maken. En denken van, ben ik niet genoeg of zo? Nee. Of, uh, Klopt. of is er iets? Of ga je vreemd? Of, uh, nee, ja, applaus ja, ja, voor degene ja. die zo sterk... Zeker weten. Ja, ja, ja. Oké, okay. en in zo'n relatie zit jij nu, is wat je zegt. Ja, ja. Oké, okay, dope. Helemaal dope. Ja, zeker. Ja. Helemaal ik dacht, ik, ik dacht tenminste, ik dacht even kijken als die single is, als die single is gaan we hier de single life promoten. Maar nee, 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 ah. je zit inmiddels in een relatie, ja, gelukkig ja, voor ja, jou. Ja, 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 zeker weten man. Maar nee. ik sta erachter dat uh, 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 singles zijn, uh, je goed kan gebruiken om jezelf te ontwikkelen, uh, om die part te creëren of te vinden uh, ja. die echt bij jou hoort. Precies, ja maar dan kan je even, ja dus focus on you, letterlijk toch. Ik heb voordat ik uh, in deze relatie zat, zat ik nog wel in de, die, de meest slechte relatie was hiervoor. Uh, en toen zat ik in transitie van boekhouder naar theater en al die dingen, toch? Ja. En toen begon ik dus met filmpjes maken en om mijn meid, en ik vooral, uh, mensen gaan je berichten sturen, DM's. Ja. En als je als vrouw daar niet mee om kan gaan, ja. en het lijkt me ook lastig, ik weet niet hoe, hoe, ja. Lijkt me moeilijk, maar ik kreeg toen een keer heel veel aandacht van, van vrouwen, van ja. mensen, ik stond in de picture. Ja. En toen ging het wel stuk. Ja, yes, ging het niet yeah. Mee, yeah, Maar yeah. is ook niet makkelijk. Lijkt nee, mij. lijkt me ook niet makkelijk. Nee. En ja. vooral als je. Kijk, de huidige relatie wist al een beetje dat ik daarin zat. Ik was nog niet. Ik was niet een blow-up. Ik zit er al een tijd in een relatie. Maar uh, ze wisten wel waar ik mee bezig was. Die ja. andere, ik was gewoon boekhouder. En op een gegeven moment. Oh, en opeens werd je. Dat is je boy Jay. What the fuck <laughs> are allemaal aan to do? je? Je was dus lekker, relaxed boekhouder. Kon ik opbouwen. Je deed mijn belastingen. Yeah. Ja, <laughs> en nu kwam ik in één keer met filmpjes maken. En ja. dat soort dingen. Dus toen ging het. Uh, ja. ja, dat was niet goed. Nee, nee, nee. Maar ik zeg nog steeds: je moet echt een. Ja, er zijn niet veel vrouwen die gewoon zeg maar zeggen: ai, doe je ding. Nee, precies. Snap je? En uh, ja, dus dat is wel echt een blessing hoor. Dat is echt een blessing dat ik dat nu heb. Oké, okay, ik ga toch in mijn shit blijven. Dan gaan we het een soort single-first relatie maken. Oké. Okay. Uh, in de zin van. want... Uh, leuk juist omdat jij bent van uh, 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 zorgen, uh, rust en uh, ja. zelfliefde en spiritual, want dat ben je toch? Hmm. Dat, dus je, dat betekent je bent bewust over jezelf en ja. probeert. Uh, maar uh, ze zeggen dat je uh, geest rustiger is wanneer je single bent. In een relatie zit het mentaal zwaar. Oh nee, dan zit je in de fucked-up relatie, <laughs> dat denk ik. Nee, maar niet eens een fucked-up relatie. Intimiteit. Rekening houden, zoals diegene rekening houdt met jou, ja. kost meer inspanning dan wanneer je dat niet hoeft te doen. Ja. Dat je alleen met jezelf bezig ja, bent. Ja, ik ben best wel uh, van het traditionele, het ouderwetse. Mijn vrouw dat helpt. is mijn rust. Als ja, ik ja. thuis kom, dan is er rust. Ja. Ik heb de hele dag gegrind. Ik ben een paar dagen weg, theatershows. Uh, uh, ik slaap in een hotel hier, daar, dit, dat. Ik doe allerlei gekke dingen. Ja. Ik kom thuis en er is rust. Er is ja, ja, ja. een is, is peace of mind. Ik denk dat ik zelfs nog meer gefocust ben met relatie dan zonder. Als ik in, zonder relatie zit, dan komt die andere Jay. Oh, maar dan komen ook al die verleidingen natuurlijk. Alle mates en hallo. Waar je makkelijk je? op in kan gaan. Ja, uh, en dat heb ik nu niet. Dus ik, nu, ik denk. Ik dacht eerst ook zo van: ah, nee, als ik alleen ben. Maar nu heb ik zoiets van: als je de juiste vindt. Ja. Oh, ik ben gefocuster dan ooit. Oh nee, maar daar ben ik het wel mee eens. Ja, maar mm. ik denk niet. Weet je, dat is jouw geluk dan. Ja, dat is niet, want, that's want that's ik that's denk niet dat je strickend. daar per se op zoek naar kan gaan. Uh, dat moet je echt overkomen, denk ik dan. Dat ja. is jouw overkomen. Precies. Dus wacht even, jij ging van boekhouder dus naar tissueboy J. Ja. En toen zat je al in die relatie dus je hebt niet uh, zeg maar gebruik kunnen maken van al die chicks die je DM's komen. Ja. Zonde. Ja. Nee wel, maar kijk. <laughs> ik heb het eerste jaar heb ik het toch wel, oh, oké okay. een beetje. Ja, nee, nee, nee. Ja, was het Nee, maar wat jij zegt, ik zeg je eerlijk dat is gezond en dat is iets waarop ik hoop. Mm. Dan, o, is het, zet je, zet je, je niet geluk... zelf in een relatie? Uh, nee, ik, uh, mij moet je niet idee Gaat het verkeerd. Het oh, gaat, goed, gaat, goed. <laughs> gaat goed. Doe maar wel. <laughs> nee, maar uh, het zou het beste zijn, ook voor iemand als mij, hoe ik in elkaar zit, inderdaad. Ja. Dus je die peace of mind. Dus die vrouw die jij omschrijft, die begrijpt van uh, uh, my man, je heeft peace nodig. Ja. Uh, ik zeg altijd deze. Wanneer ik op straat ben, kan ik in war zijn met de wereld. Ja. Maar wanneer ik thuis kom kan ik zeggen dit is mijn domein en dan moet er niet iemand zijn oh, die mij nog nee, over bij geeft want sommige mensen leven ja. zo hè en die sommige shit... mannen zitten nog in een auto voordat ze even, even, willen die naar binnen een kwartier in een auto <laughs> met daarvoor voorbereiden voordat ze binnen snappen yep. die libie mm -mm. niet voor mij nee voor mij ook, dan well, was ik like al lang daar dan was ik <laughs> yeah. lang <gone>. nu <laughs> heb ik iets Poeh, ik moet naar huis. Ik heb een ja, Oh ja, lekker naar huis. Jij lekker, rent bijna naar weet, huis. Ik weet wat. Er is eten. Ja. Er is gewoon hallo, ja. hoe is het? Bla, Niks. Ja. Heb ik allemaal niet. Hé, hey, maar dat is opvallend wat jij zegt. Tenminste, opvallend. Uh, jij zegt, uh, ik ben een traditionele man. En typen ja. type zoals jij. Uh, ik ga je nu uh, een stereotype van jou maken. Maar hè, spiritual en uh, bewust van zichzelf. Uh, Hele bekende term nu, high-valued man. Mm. Uh, ja, lastig hè. <laughs> ja. <laughs> maar maar uh, uh, bewust van zichzelf is wat ik uh, liever uh, gebruik. Die heeft ook een vrouw nodig uh, die zo'n traditionele rollen van vroeger omarmt. Ja. ja, zeker weten. 100%. Want de moderne vrouw. Wat is de... Kijk, oh. je gaat al gelijk zo hard zonder te weten wat ik ermee bedoel. Okay. Maar wat zie jij onder een moderne vrouw? Wat is de moderne vrouw ah, niet... nu? Nu niet al Die hele movement wat nu gaande is. Die van... I'm independent. I don't need a man. Ja. Die type of shit. Ik hou er niet van. Zijn hele pokken van. I don't need a man. Ja, I don't need a man. En die hebben het meeste man nodig ja. bij Ja, de en ik hou Oeh, er van. Oeh, ik voel me boos worden. Mooi. Ja, ik, maar <laughs> ik kan daar helemaal niks mee. Ik vind het gewoon... Ja. Ach, maar, ik... maar, maar waarom, waarom? is dat? Toch leuke vrouwen. Zij staat ook. Zij is ook bewust van zichzelf. Doe maar lekker bewust van jezelf. Maar die vrouwen zijn meestal niet zo gelukkig. Yeah, yeah. Ze zijn gefrustreerd. Ze zijn boos op yeah. mannen. En dat uit is op een bepaalde manier. Ze houden niet van mannen. Maar tegenwoordig zien ze er bijna uit als mannen. Allemaal van <laughs> die korte, pittige kapseltjes. En <lacht> en <lacht> <lacht> nee, ik, ik ben er gewoon totaal niet van. Ik hou, ik hou er niet van. Ik ga het ook niet doen alsof ik er hou. Yeah. Maar nee. Ik vind het is vooral dat onafhankelijke. Ik heb geen man nodig. Echte liefde. Dat hebben. onderstrepen van onafhankelijke. Ik ben willen onafhankelijk. Zeggen. Ik denk de term. Ik heb geen man nodig is vooral. Uh... Oh, heerlijk. Ja. En ik ik nu ik durf hardop te zeggen. Ik heb mijn vrouw nodig. Ja. Kijk ik, ja, mag, ja, ja. ik mag Maar het is toch ook mooi. Er zit een contradictie in. Natuurlijk. Maar het is ook mooi. Gelukkig om, hebben we dat net behandeld. Ja toch. Dus zeg het wat is je toch ook zeggen. mooi om <laughs> afhankelijk te zijn van elkaar. Van hey. Als jij nu in één keer wegvalt, dan mag ik toch best hurt zijn? Dan mag ik toch... Er zijn toch dingen die ik niet kan brengen? De ja. zachtheid, de, de, het verzorgende van de vrouw. Dat heb ik niet. En dat hoef ik ook niet te hebben. Mijn vrouw weet dat ook. Mm -hmm. gaat niet gebeuren. Dat je dat gewoon niet hebt. Dat doe ik. En dat gebeurt ook niet. Veel kwaliteiten, maar dat heb nee, je niet. Nee, ga me niet vragen om de ramen te wassen. Ga me niet vragen om bepaalde dingen te koken. Ik ben gewoon oldschool. Ja. Old fashion. En dan kan je me toxic masculinity noemen. I don't care. Ja. Maar dat is de manier hoe ik het zie. Uh, ja, daar ga ik ook niet van wijken. Echt niet. Daar ben ik gelukkig in. Nee, ik, ik zou je wat zeggen. Ik, ik, uh, toen ik zei moderne vrouw, is, is dat wat ik bedoelde? Ja, bedoelde hoor. je die? Dat idee. Maar ik zelf vind sommige dingen wel mooi aan uh, hoe nu wordt gedacht. Ik denk het zit hem vooral in, uh, dat zei je goed, hoe je dat overbrengt. Hoe je dat uitsteekt. zo benadrukken, don't a man achtige vibe. Ja. Heel negatief. En heel erg, uh, je wil oorlog zoeken. For what? I love you. Yes. <laughs> Juist. Want ik adoreer vrouwen. <laughs> ja. Maar som, sommigen uh, geven het idee van, je wil oorlog voeren. Why? That's we heel. zijn toch gewoon, yeah. we kunnen elkaar toch gewoon ik, aanvullen. Ik kan niet zonder jou, weet dat. Ja. En ik heb het idee dat jij niet zonder mij kan. Juist. Wat? Mag je toch zeggen? Dat lijkt me wel. Ik, ik zie niet het kwader uh, ja, daarin. Ja, dat ik denk, ja. Maar ah, inderdaad, er, het is ook mooi hè? als een vrouw op zichzelf kan staan. De, dus dat, dat, dat wilde ik net zeggen. Er zijn sommige dingen die ik mooi sexy vind, uh, ja. inspirerend. Want ik wil wel degelijk een, een, een vrouw waarna ik op kan kijken van... Wauw, Bim. Wauw. Ja. Weet je? Uh, uh, of dat nou is wat ze doet. Of of ze dat nou is uh, hoe ze uh, die kinderen... Of hoe ze dat allemaal oppakt. Hoe ze de basis van het huis... Mm. Ja, en ik vind het ook mooi hoor, als er bijvoorbeeld vrouwen zijn die carrière aan het maken zijn en aan het grinden zijn en gelukkig zijn. Ja. Daar gaat het me niet om. Yes. Echt doe je ding. Be happy. Ja. Maar niet de vrouwen die verbitterd zijn en verbitterd kijken naar de man. Alsof de man verantwoordelijk is van al hun Anders problemen. Schat? Ja, <laughs> ze hebben één toxic man gehad, en ja. nu zijn ze allemaal toxic. En ja. met een. Opvallend nieuw... dat ze ook allemaal single zijn, hè? Ja! ja vrouwen over hebben? Allemaal single. Hij en... voel je vrij om mij aan te vallen in de comments, maar dit is wat ik vind. Mm. <laughs> ja, maar kijk toch. Ik vind het ook jammer als bijvoorbeeld vrouwen die... En ik snap dat, hè, ik snap dat het is vandaan komt. Mm -hmm. Maar als je bijvoorbeeld een, als vrouw in een verkeerde relatie hebt gezeten, je bent verwaarloosd, ja. uh, ja. je hebt een cheating husband, een abusive hazard, een uit. Ik vind niet dat jij met een verkeerde bril. Kom een nieuwe man. Naar je toe. Ja. En je gaat met die bril, wat die oude man je heeft aangedaan. Ja, zo. Precies. Nu ga ik zo weer naar jou kijken. Hetzelfde bril. Want ja. jij bent waarschijnlijk ook weer zo'n groot. Mijn vertrouwen is beschadigd. Dus jij gaat nu beginnen met 10-0 achterstand. Ja, omdat ja. ik beschadigd ben. Precies. Nee, geef die man een fair shot. Ja. Snap je? Laat die man een man zijn en laat hem proberen het beste ervan te maken. Beoordeel hem op zijn acties. Maar ga niet de acties van een man precies. die jou verwaarloosd heeft, ja. projecteren op deze man. Geef hem de kans om het ook te verpesten. <laughs> nee, jij weet wat ze zeggen? Dat is een hele nummer van. One man can make one woman Eat all men. Ja, ja klopt, klopt. Maar doen wij dat dan ook niet? Jawel. Met dezelfde bril naar vrouwen kijken? Jawel, jawel. Ja. Toch wel, hè? Doen wij ook. Bijvoorbeeld een, uh, uh, een vrouw die vreemd voor is gegaan, of een vrouw die. Wat is een goed voorbeeld en realistisch voorbeeld, of eentje die ik zelf heb meegemaakt? Die, die uh, ik zal je een voorbeeld geven. Ik ging een keer met een chick. En hey, ik ben een hele lieve man. Hè? Mm. Als zeg ik dat zelf. In het echt ben ik heel lief. Ja. Zorgzaam. En die Gili krijgt alleen een vrouw te zien waarop ik verliefd ben. Mm. Uh, is ook die Gili. Gili is ook die stoute Gili. Is ook die dude. Dat yes. hangt er vanaf wie jij bent, wat Laat je uit me haalt, welke even. je gaat krijgen. Yes. En allemaal is Gili. Maar dan krijg je dit. Dus al die grote praatjes van mij vervallen op het moment dat ik verliefd ben. Alles wat ik zeg en alles wat ik praat vervalt gewoon. Boom, hele andere doet. Ik moet de hele inleiding geven omdat het oh, gaat naar wat we aan het doen waren. Ja, wij waren dus samen kleren aan het ophangen. <laughs> wat jij dus blijkbaar niet doet. Maar wij waren samen kleren aan het ophangen. En zij werd emotioneel en ze zei: Dit is altijd waar ik over heb gedroomd, waar ik altijd heb gewild paar jaar later is ze dat vergeten. Hoe dankbaar hmm. ze was voor die dood. Eh, ja. En toen herinner ik nog van. Dus ik vond dat zij egoïstisch was. Egoïstisch handelen. Want opeens was er was behoefte aan ruimte of zo. Uh, en ik ben het dood. Ik heb twee triggerwoorden: twijfel. En ruimte nodig hebben. Ja. Voor mij is dat al afscheid. De afscheid. Mm. Klaat met uit. Maakt niet uit wie je bent, hoe verliefd ik ben. Dan nemen we afscheid. Ja, I, don't, ja. I don't mess with that shit. Je krijgt alle ruimte van de wereld echt. op dat moment. Als je in niet gaan, los. Space. De hele wereld is van jou. Space. <laughs> uh, en toen zei ik nog... weet je nog? Toen je dankbaar was. Oh. Want niets is veranderd aan mij, hè? Mm. Jij bent veranderd. En dat is goed. Dat recht. Maar ik wil je daarop attenderen. Ja, is dat je. En inderdaad... All the space you need. En dan achteraf terugkomen met... Ja, inderdaad. Want nu heb je de wereld gezien. En hoe mannen echt in elkaar zitten. Oh. En met ik had goud. Mm. En is, heeft dat je blik veranderd naar vrouwen? Want dus dit, hadden... En dat is waarom ik het voorbeeld tevoren ja. halen. Uh, uh, want dit meisje was dan ook wat jonger, zeg maar. Ja. Ik kan nu uh, uh, zeggen van... Alle meiden die een beetje, zeg maar, een stuk jonger zijn dan mij, of wat jonger dan mij. Ga ik zeg van, nee man, dit is mijn ervaring met wat jongere meiden. Oh, of dit is mijn yeah. ervaring met zo'n ras, met zo'n ras. Tenminste, bij mij is het heel simpel. <laughs> ik, mes, uh, ik hou het best wel beperkt, met wat betreft mijn types. Mm. Maar laten we zeggen hoe ze in elkaar zitten. Yeah. Uh, dat ik met een bril zo ga zitten. Mm. Ik laat dat niet toe. Ik, blijf, nee, wel, uh, open, ik blijf vrouwen wel opnieuw ja. een kans geven om het weer te verpesten. Ja. <laughs> ja, juist, juist, Maar ja, dat, nee, ja, dat vind ja, ja. ik wel mooi. Maar, maar jij dus wel? Jij zegt. Nee, ik doe die broek niet op. Hè? Oh, okay, nee, okay. nee, ik vind dat. Dat is wat ik met die vrouwen toch kwalijk nam. Dat ja. vind ik. Uh, ja. Nee, ik wil dat ook niet doen. Ik heb wel moeite gehad bij mijn laatste omdat dat was echt. Ze ah. heeft met je gedaan? Mm, ah, was fucked up, man. She fucked my best friend. Dat was echt. Oh, Oké. Okay. Ah. Wow. Je bent de hele motivational, uh, motivational speaker van geworden. Dat oh, ja, man, weer is Ja, man. Hé, bedankt. <laughs> Thanks, man. Oh nee, maar wow, she fucked your best friend. Mm. Oh ja. Ah. Wow. En toen had ik wel even. Weet je toen ging ik. Is in... dat je hart, je ego en je waarde? Hoe alles daar werd aangetast? Alles was weg, bro. En nee. toen werd ik erg, man. Toen werd ik echt zo van: women ain't shit. Ja ja ja, Heald. maar dat, hey, maar check. Dus je begrijpt die vrouwen wel degelijk. Ik begrijp ze wel, maar ik heb het daarna, <laughs> ik heb er nu van geleerd. Okay. snap je, want op een gegeven moment dacht ik van oh nee, maar nu weet ik beter. Ja, maar dat snap is you? omdat iets moois op jouw pad is gekomen. Ja, en ja. niet iedereen heeft dat geleden. Nee, Oké, okay. dus dan misschien als het mooie niet op mijn pad was gekomen, was, het ja, niet was nog je steeds nog steeds zo. Geweest dan hadden we andere soort filmpjes. Ja, waarschijnlijk <laughs> wel. Waarschijnlijk <laughs> wel. Maar dus ik vind wel en dat was toen de realisatie wat ik had. Kijk, als je vanuit een abusive relationship komt, hè? Als vrouw of man, maakt niet uit. En op een gegeven moment je, je, er is er een break-up, die partner gaat weg. En je houdt die bril. En je houdt die bril op en je gaat zo weer naar de wereld kijken, naar al die partners. Eigenlijk geef je jouw ex-partner gewoon de macht om jouw kans op nieuwe liefde, ware liefde, te krijgen. Wil je die kracht aan iemand anders geven? Dus iemand anders is al uit jouw leven. Het is al weg. Het is er niet eens meer. Maar die persoon zit nog steeds hier in jouw mind. En die persoon blokkeert nu de ware kans op liefde. Is dat niet precies wat die man fucking wil? Is het, ben je nu niet precies aan het doen wat je niet hoort te doen? Dat had ik op een gegeven moment wel. Ey, wacht. Je bent weg, maar je hebt me nog steeds. Mentor, Ja, ik hier. Ja, ja true, true. Snap je? True. Wat het ex het liefste wil zien, is dat jij na de break-up, Forever motherfucking Mister single band. En miserable. Yeah. Ze willen je niet happy yeah. zien en yeah, yeah, living yeah. life. Ze willen je zien fucked up. Yeah. Zie je, zonder mij ben je helemaal niks. Yeah. I told you so. Yeah. I'm the best that you precies, ever had. Precies. Nee. Yeah. Dus nu gebruik dat als. jouw, jouw pijn gebruik het als brandstof. Juist. Nee. Wat jij hebt gedaan, I'm gonna be happy. Uh -huh, uh -huh. Je gaat me nog stalken op Facebook Instagram. Je gaat me nog... Yeah. ga kijken hoe happy uh -huh. ik ben. Ik word gezonder. Ik, ik word strakker. Je, je ik aan word jezelf. helderder hier. Juist. Gebruik. Want zo kan je het ook gebruiken. Dus Jezus. ik snap het wel. De verbitterde blik. Ik spreek uit ervaring. Maar ik heb wel zoiets van... Nee. Cultivate it. Maak, maak... Je hebt twee manieren door het leven te gaan. Of brandstof of excuses. Alles wat je gebruikt. Ja? Alles wat je overkomt. Zeg nou. Oké. Okay, dit is mij overkomen. En daarom ben ik zo. Of je zegt... Dit is mij overkomen en daarom ga ik juist mm -hmm. twee smaken: brandstof of excuses. Meer is dan niet. Juist, juist, juist. True dat. Ja. Yeah. Hey, maar dat is een goede. Ben je wel eens in uh, zo'n situatie geweest en dat je een ex tegenkomt? Want dat is de, dat is een moment, hè, dat je een ex tegenkomt. Het liefst weer dan met nog een spangere chick zijn. Hey. Die, die zij spangere vinden of dat je de, en je hebt goed aan alles. sitcom. Heb je dat mee mogen maken? Ja, heb ik mee mogen maken. Ja. Niet met een, ik was niet met mijn. Uh, met maar mijn je situatie of zo. was dat je zei: van ja, blij dat ik je tegenkom. Ja, ja. <laughs> ik zat gewoon ergens. en... Ik heb die carrière gemaakt daarna, toch? Die, die, die oh ja, ja. tuurlijk. Dus ja. Ik was blow-up, everything. En ja. ik zat in, um, in zo'n salonnetje, samen met mijn moeder. Mijn moeder was in behandeling en op een gegeven moment zij komt binnen. En ik zat, ik had. Ik was net naar kapper geweest. <laughs> ik had fresh Het outfit. Helemaal. Het klopte helemaal. Ik had voelde, ik voelde net een paar shows gedaan. Ik zat er goed bij. Ja, toch? Ja, ja, ja. En zij kwam binnen, maar die ruimte was te klein om te, zo. Ja, oh. te doen als of, <laughs> Die, die kon niet. Ja, ik ja. zit hier, jij komt binnen. Ja. En ik zat gewoon en ik had echt zoiets <laughs> van, ja, man. Ja. En zij keek ook niet zo. En toen, ja. weet je, meteen naar de balie. Maar die was, uh, poeh, dat was, was toch wel een blijven mensen. Die nee, was stiekem ik vond een beetje hem wel lekker. Wel lekker man, <laughs> ik vond hem wel lekker. <laughs> heb jij dat gehad? Nee, nee, nou ja, nee, maar mijn gevoel was anders daarover. Mm. Dus ik kwam een uh, uh, en ik, ik heb niet in veel relaties gezeten in de zin van dat ik iemand heb geclaimd en uh, ah, zo. Om mijn moeder breng. Dat is wat ik een relatie noem. Ja, ja, ja. Weet je, dus ik kwam dan iemand tegen uh, waarmee ik ging en die tijd ging het goed met uh, mij in de zin van uh, ik was fresher dan toen ze vertrok. Ja. Uh, op verschillende vlakken. Ik kan niet altijd diep op ingaan, omdat hij ook circuitdingen. Mm. En uh, ik zag haar, maar ik had zoiets juist van: Hé, hey, lijkt niet goed met haar te gaan. Oeh. Dus ik werd sad ervan. Is dat ah, ah, ja, uh, ja, Dus ik werd sad werd, Ja, ik werd sad ervan en uh, uh, dat. Mm. Maar uh, misschien ben ik gewoon een good dude. Zit ik niet zo in elkaar, Jay? Ja, toch? Good nee, cop, nee. bad cop. Nee, nee, nee. Maar, ja, nee. Zij, zij, wat, dit was ook een ander soort ervaring dan dat jij had. Ja, uh, maar dat was niet... Wat, wat, bij wat mij was zij het... is dus vreemd gegaan. Ja, dat was die check. Met jouw mattie. Ja, dus is dat is nog, nog steeds jouw mattie. Oké. No, man. Maar dat verhaal is, don't blame him, blame her, zeggen ze ergens ook. Nee, nee niet mees. Nee. nee. Nee, 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 nee. Wat, wat, wat zij moet weten, zijn je een vrouw, dus hoe kan ze dat doen? Ik heb beiden is het fucked up, ja. toch? Hoe kan je die dat doen? Ja, ja, ja. En hoe nee, kan je vrouw dat doen. zo stoer? Ik zeg. Nee, nee, nee. Wow, nee dat is, dat kill hem boven. Zo, ik wilde dat net <laughs> zeggen, maar ik denk, je zit hier met de positieve dude. Hey, hey. Ik wilde net zeggen, schaal bij dood. <laughs> ja, nee, <laughs> dat, dat is wat nee, ik ook. Ja. Ja. Nee, dat is onderbuikgevoelens. Dus. Ja, 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 ja. Ik heb niet <laughs> okay. aan de ja. Maar het moest zo zijn. Wow. Eh? Dank eigenlijk, mm, dat jullie dat jubel. hebben gedaan. Want stel je voor dat je nog in die relatie zou zitten met die versie van Jay die je toen was? Oh, nee. Dan was dit allemaal niet gebeurd, toch? Je wilde niet weten wat met mijn leven is gebeurd nadat zij en hij uit mijn leven verdwenen. Oh, dat is mooi, hè? Het begon... Mijn leven begon te draaien toen je uit mijn leven verdween. Letterlijk, maar op alles, dat was gewoon... Dat is wel een heerlijk gevoel, die ken ik wel. Want zij was ook diegene die moeite had met dat ik Tissue Boy werd. Ja. En hij ook. Hij was ook een beetje. Op oh, dat... dus hij was al niet eentje Mattie. Die... Nee, hij was niet hij was eentje Matti. Ik dacht dat... dat. Ik dacht dat het mijn mattie ja, was. En ja. die twee factoren gingen uit mijn leven. Boom, sky high. Ja, ja, ja. Dus dat was goed man. Nu, nee, dankjewel trouwens. Ja, ja, ja. Dank ik vind wel. van wel. Ik Dank denk je dat wel. je moet bedanken. Ja, en, en, en succes ik. ook wensen gewoon eerlijk. Want je hebt je moment al gehad dat je ja, er tegenkwam. Ja. Je was vandaag, je voelde je heel die kill. Want hè, mooie shows, alles. Ja. En dan komt zij binnen lopen ze van Gado. Dit bedankt ook compleet. Maar ik voel no, nu ook niks meer. Ik voel niks dus meer Dus niet, van eens, dan niet zo. eens een grudge en dan ben je nee, nee, nee. er. Nee, ik heb nu echt niet meer. Als ik je nu zou... Dat is al je het, bijna groeten Dat doen, is het pijnlijkst wanneer je niets meer voelt. Ja, ja. ja. Want als je nog ja. bezig bent van... Ja, nee, nee, nee. Dan... Dan, dan, dan is, is dat geheel, wat jij zegt. Mentaal ben je nog bezig met die yes, persoon. Dat en dan... heb ik niet meer. Ik ja. kan nu zo... Ja. Naar beide. Hallo. Ja, toch? Niks aan de hand. Mooi, mooi, mooi. Zeker, zeker weten. Oké, ik hoor een beetje dan hoe jij verdriet hebt meegemaakt. En teleurstelling, al dat soort dingen. De eerste keer dat jij zag hoe lelijk de liefde kon zijn, was dat dit moment? Was dit de eerste keer? Hoor. Want je begint met uh, je wordt ergens verliefd of voelt iets en dat soort dingen en dat is mooi. En dan is het een kwestie van tijd voordat je erachter komt van wacht even. Ja, nou, ik denk dat dit wel, kijk, jij ja, hebt. Ik weet niet of dat, moet, of dat ook een lelijke liefde is. Dit was voor mij wel echt super lelijk. Hè? Deze, maar is dat liefde? Dat is geen liefde, toch? Als je op deze manier Stel je voor, uh, ja, je, je vrienden gaat vreemd met je beste vriend. Ja, dat is geen liefde meer, toch? Meer. Maar het begon okay, ooit ja, met liefde? Ja, begon, dus ja okay, het is toch zo, liefde onderbeelden ja, van. Ik denk dat als dit ik was je, de eerste keer dat je erachter kwam hoe lelijk uh, de liefde kan zijn. Ja, volgens mij wel. Want als okay. ik als ik moet refereren naar. Je kan ook zien bijvoorbeeld dat, uh, dat je partner in één keer heel erg obsessief jaloers wordt. Snap je? Dat, oh, dat heb vind ik... ik geil. Vind je dat geil? <laughs> nee, maar, nee, maar ik echt. ben zelf ook een beetje toxic, hè? <laughs> maar echt jaloers. jaloers. Ja. Dus dat je kilometerstand wordt gecontroleerd als je naar de fitness gaat? Oh nee, ja. Nee. <laughs> nou, snap je? De fitness is 30 kilometer. Hey, ik maak een grap, maar ik, maak, ik, ik realiseer me dat ik eigenlijk geen grap maak. Ik heb vaak dat soort vrouwen meegemaakt. Jaloerse vrouwen. Ja. Weet je, het en op dat moment is het erg, maar terugkijken en denk ik, ja, dat grappig, man. Ja, 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 maar daarin, daarin, daarin. de tijd is inderdaad, nee. Oh ja, kilometerstand en al die shit wordt. Gekregen. Ja, bro. Okay. De fitness is 30 kilometer. Je hebt 32 gereden. Welke, hoe heet die bitch? Ja. ja. Nee. Dus als dat, zeg maar, um, ugly love is, dan ja. heb ik dat wel meegemaakt. Maar deze was voor mij wel het, het ergste. Okay. Ja. Dat ik dacht, nou, nah, dit. Uh... Lelijke liefde, ja, zeker. Kan jij dan nog herinneren, de eerste keer uh, dat jij erachter kwam van... Wauw, liefde is echt mooi. Kan je Goed. die nog herinneren? Uh, ja. Ja, ik denk bij... Ja, dat, misschien is het een cliché om te zeggen nu dan... Maar in mijn huidige relatie, dat ik erachter kwam van... Kijk, ik ben best een moeilijke in een relatie, toch? Want ik ben ook best wel een flirt. Ja, dat, en dat weet mijn, mijn huidige partner weet dat ook. Ja. Dat ik, en ik ben aan het reizen en vrouwen en die dingen. En nu was het een keer: mijn huidige relatie was van. Doe maar. Ik begrijp jouw persoonlijkheid. Ja, ik okay. weet wie je bent. Ja. Doe. Waardoor je het niet meer wilt doen, <laughs> <laughs> het wordt minder aantrekkelijk. Ja, ja, ja. Maar toen dacht wat? Ja. Want ik kwam van die relaties van luister, jij gaat niet alleen op stap. Ik hey, maar dat is een beetje stap. moderne vrouwenachtige. Ik weet het niet. Ja, niet. Niet die negatieve die we hadden, maar een mo moderne manier van denken. Ja, gewoon zo van luister, als je bij mij s'avonds gewoon weer in bed komt, is er niks aan de hand. Mm -hmm. Snap je? Ik weet dat je uh, actief bent, ik weet dat je met vrouwen blabla, bla, dat weet ik. Ja. Snap je? En toen dacht ik: wacht, vind je mij echt zo leuk dan? Oh, dus dat oh. je dit van mij accepteert. Dat ik gewoon een beetje zo... Uh, ben. Ja, Hé uh, ja. hey man, dit is wel leuke liefde dan, toch? En okay. ik voelde me echt zo... Echt waar? Dat, dat past ook bij jou. Dat ja, past bij ja, jou. Ja, want je moet me niet in een kooi zetten. Oh. Dat, dan gaat het mis. Dus ik denk dat dat... Ja, dat heb ik nu. Ik voel me echt hey, chill. Oké. Okay. Ja. Ja, wat is jouw... Ugly Love. Ja, hij draait hem terug. Joh. Ja, ik, ik, oh, Sorry, ik weet niet of dat nee, kan nee, bij een podcast. Absu ja? We zitten in een gesprek. Een podcast. Ja, ik ben zitten er toevallig camera's op, maar we zitten in een reëel gesprek. Ja, ik ben benieuwd naar je Ugly Love. My, my Ugly Love. Oh. Oh. Dat, dus de, de eerste keer dat ik uh, dat je ey, herkende, Dat uh, yeah. is toch niet zo mooi? Ja, ja, ja. ja, ja. Laten we eerst met dat mooie beginnen, want dan komt dat lelijke volgens mij vanzelf uh, omhoog Nein. bij mij. Maar het eerste keer was dus toen ik, uh, wat ik zeg. Want ik ben een dude die eigenlijk vooral single is, as in dus, en dan ben ik gewoon van alles aan het doen. Mm. En uh, niks uh, rekening houden met niemand. Dat vind ik het mooiste. Want als ik in een relatie zit, zit ik wel in een relatie, dat moet ik je zeggen. Hoe ik ga dan niet uh, eten, uh, eten ergens anders en al dat soort dingen. Ik kan, oh. ik kan heel goed monogaam zijn. Oké. Okay. Uh, ja, monogamie kan ik ook nog wel. Ja, uh, oh, wel <laughs> ja maar ik kan wel niet. <laughs> ja, ja, ja. Oh gewoon uh. even flirten, gewoon dat ze nee, ja, schuldig. Okay. Nee, ja, dus als ik ga, ga ik. En daarom nee. ga ik heel vaak niet. <laughs> Oké. <Okay>. Ja, <laughs> dus, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Dus zodat ik gewoon vrij uh, wild zijn en Dit is eigen keuze, hè? Zie Ja, ik voel me gewoon daar fijn bij. En de eerste keer, dus dat ik erachter kwam van. Hey shit, ik ben gewoon een relatiedoet. Dan schrok oh. ik. En dat ik merkte van al die dingen die ik dacht dat ik was. Al mijn uh, swag, al mijn uh, 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 takkies en ik ben dus gewoon ook een lieve dude en shit. Ah. En toen kwam ik erachter, dus dat ik, 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 ik maak me dan om de mensen waarom ik geef, maak ik me heel snel zorgen. Uh, for no reason at all. Ja, ja, ja. <laughs> en dat had ik dan ook voor het eerst bij iemand die geen bloed is. Mm. En toen dacht ik: Oh, maar dit is wel mooi, want dat betekent dat ik je zie als gewoon uh, bijna ah. op level van de mensen waarom ik geef. Ja. Uh, en hm. dat was al vroeg. En toen kwam ik erachter van. Oh, dus toen ik erachter kwam hoe ik opereer in een relatie. Dat is toen ah, ik zag toen dacht, ja, hoe juist. mooi uh, liefde is. hoe liefde is. En wow. nu weet ik het. Oké, okay, nu komt dit. De... Toen uh, ik erachter kwam hoe lelijk de liefde kan, kan zijn. Is van uh, toen ik dus dan voor het eerst eindigde met zo'n relatie waarin ik lang zat. Ik, vond, ik vind vier uh, jaar best lang. En ik verbrak de relatie omdat het niet ging. Maar ook jong toch. En toen voelde ik een last van mijn schouder. Ah, weet je, oh mijn god, ik had zo'n moeite oh, ermee om dat vrijk. te stoppen. Maar ik heel uiteindelijk zeggen van, hé hey joh, laten we dit gewoon stoppen. En toen het was gestopt, zo'n last van mijn schouder. Mami, mang. Twee weken later, opeens viel het. O, ik mis haar. Nee. Ik, 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 ik mis haar. Bellen, iets wat ik nog nooit heb gedaan. Hé, hey, ik mis jou. ik hou van je. Ja, nog iets? Oeh. Oeh. <laughs> en, en mensen op de achtergrond horen. Mannenstemmen en zo. Oeh. Wat ik nog nooit heb. Uh, oh, wat? Ja, 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 ja. Wat ik dus nog nooit uh, in onze relatie, nog nooit. Ah. setting, nog nooit zo. Oi. En nog nooit. Uh, zo moved on. Postig terugpraten tegen mij. Zo, so, ja. Yeah. Ik ken haar niet meer. Ik ken haar niet meer. was ze echt maar hoe dan ook. Nog nooit was zo so yeah. tegen mij gesproken. oh En toen, weet je wat toen gebeurde? Ging ik op. En toen ging ik op een tournee. En weet je wat een tournee is? Hm. Je weet wat een tournee is. Ja, niet mee. Wat doe jij op een tournee? It, oh, oh, je gaat langs. overal, ja, geef toch? je shows en performances. Deed oh. ik, maar met meiden. <laughs> je dacht, wat? Juist. Yes. Toen kwam die taxi Toen naar toe boven. Die Oh lord. Dat <laughs> toen begon het feest. <laughs> toen dacht ik, uh, weet je, we lachen erom. Maar, uh, 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 en we zijn mannen, dat denk ik, dat is normaal. Maar dat is ook niet gezond hoor. Helemaal mm. losgaan om je verdriet, want dat is hoe mannen huilen. Precies. Los gaan. Je, je kan het gewoon niet. Je kan het geen plek geven. Fuck ja. It. Arrr, ja, 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 ja. Niet. Dus dat, was, dat is een mannelijke manier om te huilen, denk ik, Zie. door uh, ja. los te. Maar dat wist ik toen niet, dat weet ik nu. Ja. Ik, ik herken me er wel in, want dat, die periode heb ik ook gehad. Begrijp je? Ja, ja. Uh, ja. Uh, dus dat is hoe ik erachter kwam hoe mooi liefde kon zijn en ook hoe lelijk oh, liefde mooi. kon zijn. hebt me wel even getriggerd met die uh, hoe je zei, uh, mooi, hoe mooi liefde kan zijn. Want de dingen die ik nu doe voor haar. Dat heb ik nog niet eerder gedaan, dat ik denk, hey, what the fuck ben ik aan het doen? Ja, zie je? Nee, ik moet soms <laughs> mezelf checken, want ben ik ben een softie of <laughs> zo? Nee, <laughs> ja, 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 ja. Yeah. And guess what? Nee, je bent geen softie. Ja, Dit ja. is ook een versie van ja, jou. Ja, ja, dat ja, is man. heel die Tory. Ja, <laughs> en zodra je die omarmt, heeft ook een tijd geduurd hoor. Nou, dan ben je zo'n next level in, uh, dan gaat je nee. je niet meer kwijt willen raken. Omdat je straalt wat anders uit, hè. Ja, want ja. eerst is het een beetje onzekerheid, toch? Dat je zegt van, hey, dan ben ik een softie of zo. Ja, dus ben... de benadering is ook van... Hier, drink wat. Ik heb wat voor je. Ja, toch? Maar dat wordt op een gegeven moment... Ik heb wat voor je. Ik vind het lekker, Ja, ja, ja. Ja, toch? Of dat je die nieuwe versie van jezelf omarmt. Klopt, klopt, klopt. is a beautiful thing. Mooi, man. ik wil je wel even die props geven. Want ik zei dus op een gegeven moment, ging ik me verdiepen. Ik had het of er met jou erover. Dat zo zie je maar, kijk even wie iemand is. Praat met iemand. Want als ik uh, wist, dat wist ik niet, uh, van Jay, jij had ooit meegedaan aan Temp Temptation Island. Zie je. Uh, dan zou ik denken van, oh nee, dat is zo'n dude. Maar dat kwam achteraf, ik wist dat niet. Nee, 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 uh, nee. En zo zie je maar, of dat nou groei is, of van uh, waarom je dat deed, of uh, uh, gewoon onderdeel van, whatever. En dan moet ik mezelf herinneren, Amy, man, je hebt ook dingen gedaan, hè? Juist. En als mensen dat zouden weten, zouden ze ook niet denken van, oh, maar dit ben jij vandaag. Ja. Uh, uh, en niet dat meedoen aan Temptation Island ik slecht is alleen is niet het is mijn wereld ik ken het niet ik ken het ook niet ik heb ook nog nooit de aflevering gezien uh, maar het is zo populair dat ik toch weet waar het over gaat dat zie ik, uh, maar jij bent dus diezelfde dude en dat vind ik inspirerend die dude die jij vandaag bent ja nou ik was, stond wel iets anders in het leven toen, toen ik ik daaraan meedeed maar ik heb het zelf ook hè? want wat ah. ik je net al of er zei toen ik werd gevraagd voor Temptation Island niet met om heb opgegeven maar toen ik werd gevraagd eerst wat ik dacht huh? Nee. Ja, want jij maakte doen. toen al van die ik filmpjes. Die, toen toen ja, die sketches. Daardoor kwam RTL bij mij van: hé, hey, leuk, bla bla, wil je meedoen? Mm -hmm. Dat ik toen nog, ik weet niet hoe gespierd was en bla, bla. Ja. Ze zagen er iets in. Want ik hoorde heel veel dingen voorbij komen. Hè? Mm. ...drukcircuit, boekhouder, maar ook een bodybuilder ben je. Ja, Zo broer, Ik wist niet hoe Je ik, doet zoveel. Ik, ik was zoekende. Nou, <laughs> ja, was zoekende. <laughs> ik denk, waar ben ik? <laughs> ja, ja, ja. Boek, uh, ja. Bodybuildende boekhouder. Ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar we dat, dat de was wat ze waren aan het doen. Ja. Ja. Dus toen kreeg ik die vraag: van, Wil je meedoen? Ja. Ik had precies die kader, wat jij nu zegt van. ah oh, nee, dat is voor zulke ah, okay. type mensen. Ja, ja, ja. Dat doe ik niet, want ik ben niet dat type mens. Zo ja. so, meteen kader, toch? Mm -hmm. um, maar ja, toen, op een gegeven moment naar mijn moeder gegaan, maar. Hoor, tss, kom horen. RTL heeft me gevraagd van dit dit, dit Donde. Uh -huh. Mijn moeder zei van: wacht even, Jay, ga vragen of je jezelf mag zijn daar. Of jij jij mag zijn. Want als jij ja. jij mag zijn, dan kan het een boost zijn. Mm -hmm. Vraag een RTL. Hoe zit dat hier? Wauw, oh, uh, ja, mag jullie ik ik voor mij? Moet ik, moet ik uh, iets doen of zo? Ja. Moet ik iets? Nee, je mag gewoon jij. Ik zeg, maar moet ik niet met vrouwen? Dit, dat? Juist. Nee, ah, nee ah. gewoon jij. En ja. als je ja, wat je voelt, mag. Dus ja, ik heb, uh, ik heb het wel gedaan, maar. Nee, ja, het was, uh, ik, ik kan het nu nog terugkijken hoor, zonder dat ik me schaam. Oké, okay, nee, maar dat is mooi. Wat, wat ik dus mooi eraan vond, dat ik totaal geen besef daarvan had. Ik weet het ja. niet. Ik ben, ik ben een, een oldschool dude. Ik, ja. ik, ik mis heel veel. Uh, ik druk op heel veel dingen niet op play. Uh, ik, ik, ik mis dan dingen. Ja. Uh, maar dan ken ik jou dus als uh, die keel, die. Uh, mm, op een grappige manier uh, dan ook uh, Jules dropt en inspireert en al dat soort dingen. En ik zie zelf filmpjes waar uh, mensen gewoon huilen uh, door jouw woordjes. Ik zie een mooie post waarbij mensen uh, bedanken voor jouw voorstellingen... en dat ze hebben gelachen en aan het eind hebben gehuild. Ja. En het heeft ze geholpen uit een depressie of whatever. En dan denk ik, oh, maar, begrijp je? Oh, ja. serieus? Ja, precies. Niet verwacht. Dus niet verwacht, van, maar ik vind het nog toffer. Ik denk van, oh, wauw, zie je hoe... Ik had dat eerst moeten zien... Ja, en dat dan was ik misschien bedoelt. eens verder gaan door mij vooroordelen. Precies. ja ja. Dus dat is weer groei voor mij. Van hé, hey, kijk eens, je weet nooit wie, uh, wie is. Misschien is een van die andere does of vrouwen die daar waren uh, ook een hele andere soort persoon. En moet zij of hij uh, zichzelf nog ontdekken? Zeker. En ik denk dat we onszelf blijven ontdekken. Snap je? De ja. persoon die uh, vorig jaar was, die ben je nu niet meer. Je blijft ja. blijf ontwikkelen, je blijft nieuwe dingen leren, je, je meningen veranderen, je percepties veranderen. Dus het is heel. Vooral als je dan in dat bekende circuit zit, als je ooit een keer een bepaalde uitspraak hebt gedaan twee jaar geleden, dan kan je nu nog verantwoordelijk voor worden gehouden. Ja, 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 klopt. Acties waar je uh, uh, klopt. gedaan hebt. Toen ik in de media kwam met slechtere dingen, wat ik deed dan, hè, of als het gaat over uh, mijn rebelsheid, dan ja. gingen ze altijd zeggen, ah maar dat is die guy van Temptation toch, wat weet hij nou van de mm -hmm. Ik werd daar ook op beoordeeld, snap je? Ja. En, Deed ik ook eigenlijk. Ja, tenminste, ik kwam er achteraf. Ik herken dan van. Oh, ik had dat ook gewoon zomaar kunnen doen. Snap je? En ja. dat is denk ik. Um, ja, als mensen, eigenlijk. Ik denk dat we dat allemaal wel een beetje doen. Maar gewoon wel realiseren dat iedereen verandert. En iedereen. Precies. Nee, is nee, nu in vind een ik het mooi. Leerproces. Ja, 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 ja. Snap je? Ik kan vandaag, nu, op dit moment iets zeggen. Juist. En we hebben dit gesprek. En ik krijg dadelijk een comment van iemand die zegt. Ja. Jay, maar dit zit eigenlijk niet zo. Want dit kan. En ik leer, boem. Ja. Maar zou het dan heel gek zijn als ik dan nu nog steeds verantwoordelijk word gehouden voor dingen wat ik vorig jaar heb gezegd? Nee, we leren. En daar dat hadden we het in het begin over. Daar kan je dus voor kiezen om stellig aan vast te houden van nee. Of gewoon real met jezelf zijn dat je zegt: hey, ik twijfel hierover nu. Ik denk anders nu. Nice. Ik ga dat kenbaar maken. Ja. Of, hè? of je houdt vast. Hey, gewoon, ik hou er aan vast. Of je houdt ja. er rekening met. Uh, ja. Jij, jij, jij denkt dat jouw mensen dat zo. verwachten, jouw ja. achterban, en dan ga ik aan vasthouden. Ik ook. ben daar echt niet, ik ben daar heel transparant in. Want soms willen mensen toch, willen ze gaan boksen met me. Mm -hmm. dan van, hé, hey, dit en dit en dit. Dan zeg ik, oh, ja. interessant, vertel me meer dan. Ja. Uh, ja, ik vind dat zo en zo. Ik zeg, oh, oké. Okay. Ik zeg, ik begrijp je maar. Nee man, ik zie het zo en zo en zo. Maar daarna komen ze met een hele sterke, zeg ik, ah, daar you got me. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, oké, oké, okay, cool. En dan geven we ja, me meteen ja, toe. Ja, ja. Ja. En dan zie je hem van, hé, hey, maar vechten. Ik ga niet vechten. Ik ja. ben niet om te vechten hier met mensen. Dit is de waarheid. Zo moet je je gedragen als vrouw. Zo moet je je gedragen als man. Nee, mm -hmm. dit is mijn zienswijze. Um, vind je dat wat van prima? Laten we een gesprek aangaan. Maar dat is denk ik de key bottom line waar wij nu misgaan in deze hele maatschappij. Wij kunnen het niet oneens zijn met elkaar. Ja. Ik kan niet met jou hier zitten uh, uh, en we zijn het oneens. Helaas dan op een respectvolle manier. Dat is het nu. Uh. <laughs> Jij zegt dit, ik zeg ja. dat. Oké, okay, je bent mijn vijand. Ja, ja, dat is ja. het. Ja. En daar, daar ben ik niet van. Je mag mij, ik kan met iedereen een dialoog aangaan. Dan kan ik onderbouwen waarom ik dingen zeg. Zie je het anders? Prima. Ja. Snap je? Ja. We hoeven het niet uit te komen. Maar ja. ik wil je wel gewoon de ander kunnen, kunnen schudden. Ik ben mijn vijand niet. Die mensen zijn het verste. En ik ben ook niet per se daarom. Maar die mensen die uh, om hun heen. Sommige mensen hebben vrienden waarmee ze het niet eens zijn. En die mensen zijn ook ver in het leven. Hmm. Want dat betekent dat zij de skill hebben om dingen te scheiden. Schillende want want, want ik, ik respecteer jou hoe jij denkt. Ik Ben niet eens met jou? Maar mm -hmm. ik respecteer jou. Ja. Uh, ik ben ook niet daarop per se. Uh, echt ik, niet. Ik heb dat wel één keer. Ik heb dat met bijvoorbeeld uh, comedian uh, Roe van je toch? Ja. Was op een gegeven moment in die coronatijd. Mm -hmm. Ik was heel stellig. Ik ga niet optreden met die pas en al die dingen. Pak dat. Ja. Ah, hele theatertoer afgeblazen. Hij ja. zegt. Ik ga optreden hoor. Je ja, ja, ja. moet geld verdienen. Ja. Ik was letterlijk het tegenovergestelde van hem. Juist. We zaten samen in theater. We gaan samen nog. Ik kwam naar je show nog steeds ja. kijken. Hij maakt grappen over hoe ik kritisch ben op allerlei dingen. Ja. Ik maak grappen over dat hij de overheid volgt. Juist. Maar we zitten samen. Ja, ja, ja. Toen dacht ik, ja man, dit is dat wat is toch ik mooi. Wil. Hè? Dat is wat ik dat wil. Het show, oneens man. kan zijn niet, maar dat er wel nog altijd respect is. Juist. Dat en is er zijn je... ook nog gelijkenissen. Hoef je niet over dit misschien, onderwerp, misschien. Ja, Misschien kunnen we het niet hebben dingen. over overheid. Maar ja, ja. als we het hebben over, over zelfliefde, over de liefde van. Uh, vertel me over Suriname. Jij, bent Jij komt echt letterlijk vandaar. Ja. Ik ben half, vertel. Mm -hmm. Hoe ik kunnen uren lullen? Ja. Snap je? Laten we het hebben over energie. Hm. Uh, energie vind ik heel belangrijk. Dat is volgens mij, dat leidt mij in het leven. En zorgt ervoor dat ik bepaalde beslissingen maak. En bepaalde beslissingen niet uh, uh, maken. Uh, hoe zit jij met energie? Hoeveel waarde hecht jij aan energie? In, in welke... en, en, en laat het vooral hebben over de energie van mensen. Oké, okay, energie van mensen in die context. Ja. Hoeveel waarde ik daar aan hecht. Ja. Heel, heel veel waarde. Het is gewoon... Je um, hebt two type of persons toch om je heen. Je hebt mensen die al energie geven. Ja. Ja. Mensen die energie onttrekken. Dus yes. ik ben daar heel erg gevoelig voor. Mm -hmm. Ik kan ook heel moeilijk met mensen... Um, ik kan niet doen alsof dat lukt me bijna niet. als ja. ik je niet trek, trek ik je niet. En dan, en dan ga je dat merken ook. Ga je aan me merken en ja. ik ga ook niet lang bij je blijven. Ik, ik ben snel weer er van door. Ja. Dus ik ben wel op dat gebied. Ja, er zijn maar twee dingen wat we eigenlijk hebben in dit leven. Dat is tijd en dat is energie. Ja, er is een verstrekkende tijd wat hier mm. nu gaat. Ja, tijd is dan ook nog een illusie als je het nog dieper wil gaan. Maar ja. er zijn maar twee factoren wat we hebben. Time en energy. Ja. Dus ik ben heel erg bewust. Waar ik energie aan geef, aan hmm. wie ik energie aan geef. En uh, zodra ik opsta, ben ik er al mee bezig. Dus ik... Mijn hele omgeving, mijn mensen, dat zijn mensen die mij mh, energie geven. Ja. Ik heb weinig mensen in mijn omgeving die me echt energie kosten. Het kan wel soms zijn dat ik energie inlever voor mensen die bijvoorbeeld stel... Uh, Brada van mij heeft het moeilijk. Mm -hmm. Dan komt een heel zwaar gesprek. Dat kost me veel energie, maar ik moet het even doen toch? Als je brada, inderdaad. Snap je dan? Dan ja. heb ik zoiets van: oké, okay. maar niet, ik, ik kan dat niet, man. Ik kan niet bij mensen hangen wat me leeft. En dat is een beetje waar ik naartoe ging, want jij zegt dan: nu is er een brada waarmee je dan een moeilijk gesprek moet hebben, maar is jouw brada. Uh, dat moet ik doen, dat is de energie die ik daar moet zetten. Zie. Maar je hebt te maken met heel veel mensen die naar jou toe komen, met ja. dingen, onbekende mensen. Ja. Online kan me ook voorstellen, live tijdens je theaterstukken, maar waarschijnlijk ook wanneer je in de supermarkt bent. Ja. Hoe uh, kan me daar niks bij voorstellen? Want ik ben heel voorzichtig met mensen. Mm. Heel voorzichtig met mensen. Ik kies ook, ik hou het ook echt beperkt. Ja. Uh, maar jij bent een gever. Ja, klopt. En jij zegt, jij hebt dat nodig. Ja. Alleen. En dit is dan meer een Surinaamse uh, uh, denkje. Uh, 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 je kent het uh, concept hibby. Dat mensen Hibi op zich dragen. Ja. Om maar een voorbeeld te geven. Weet je? je weet niet wat mensen op zich hebben. Laat me het mm. zo vertalen. Uh, en daarom kijk ik uit. Uh, en ik ben niet eens kwetsbaar daarvoor. Want ik ben goed beschermd. Dat wil ik net zeggen. By the way. Mm -hmm. Maar toch. Ja. Wil ik het niet bij mij hebben en beperken. Dus wie ik mijn energie geef. Uh, uh, maar jij... Ik krijg zoveel volk op je af. Ja, ja. Hoe ga je daarmee om? dat is wel uh, een mooie vraag wat je stelt. Want ik ben wel bewust als ik bijvoorbeeld ik heb een theatershow. Uh, tot 1500 man, als ik een theatershow heb, doe ik altijd een meeting greet. Daarna. Altijd. Mm. Tot 1500 ga ik en daarna doe ik het niet meer. Maar, Vraag je 1000 euro net als Chris uh, Brown. Nee, nee, nee. Het is ah, gewoon jammer. gratis. Dus gewoon, gewoon na de show. Dat kan ik wel doen. Man. <laughs> <Ja>. <laughs> Chris Brown vraagt gewoon 1000 euro. Ja, Heb je hem niet niet? En hebt een 1500? Ja. Oeh. Hmm. Nee, dat nee, is allemaal gratis na de show. Weet je wel. Dan komen de mensen dan nog uh -huh. vertellen wat ze van de voorstelling vonden. Knuffelen, maar ze raken me ook aan. Juist. Um, dan denk ik ook van wat, wat kunnen ze op zich hebben. En als jij geeft, ik ben dan een heler, dat is wat ik probeer te doen. Dan kom je met gebroken zielen in, in, in te gaan. Ja. ja. In repair, aanraking met gebroken me. zielen, ja. Yeah. Repair me. Ja. Dus uh, soms na een theatershow, na een Greet, ben ik op leeg. Yes. Ben ik helemaal dat klaar. Ik dat had ik eerst veel. Nu, ik vraag me bescherming voordat ik, uh, ik sta niet meer alleen. Dat weet ik, 100 procent. Heb je dat van je Surinaamse kant of? Ja, nice. ja. Nice. Dus daar, dat is gezetteld. Dat is oké okay. nu. Ik wandel altijd. Als ik als ik de show geef, het, na de Greet, als ik op straat wandel, overal, ik loop wandelen nergens alleen. Nergens. Maar ik moet dus wel, uh, als ik dan die dingen aanga, je kan een bepaalde distance. Ik kan, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, dat een, kan ik niet aardig verwoorden, maar ik kan nu hier, ik voel mij zo, ik, ik gooi mij open. Ja, 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 ja. Maar ik kan ook in een situation komen dat ik denk: ah, laat maar even een beetje. Mm -hmm. We kunnen takkie, we kunnen babbelen. Je kan zelfs lachen, maar ja. er is een. Maar je gaat niet daar komen, ja. snap je? En dan ja. bescherm ik me een beetje. En zo kan ik gewoon een beetje moven. maar ik moet wel na elke show, ik moet me reinigen. Ik moet ja. me echt even, oké, okay. maar letterlijk, ik moet me wassen, ik moet me echt even alles van me afhalen. Ja. Omdat ik niet met die dingen naar bed wil gaan. Want als ik met die dingen naar bed ging, dat is ook vaak gebeurd, dan ga ik, ik heb last van, uh, hoe moet je dat zeggen, in het aard heet het gewoon uh, slaapverlamming. Uh, als ik naar bed ga met veel prikkels. Hoe en dat ziet dat eruit? Slaapverlamming. Ik, uh, slaapverlamming. In het aardse bestaan heet het gewoon: in de Nederlandse versie is het gewoon dat mijn hersenen uh, wakker zijn, maar mijn lijf slaapt. Dus ik kan niks doen. Ik ah, ah oké. Okay. En in de, in de spirituele Surin de Surinaamse tel? cultuur, ik krijg eigenlijk gewoon bezoek. Ja. Ik krijg bezoek. En, ah. uh, of shit zit nog aan me. Ja, Juist. Dus, dus, yeah. Dat is hoe het uh, in de Surinaamse cultuur gewoon. Ja. Toen ik jong was, hebben ze me zo gezegd: Jay, Je staat helemaal open. Dus ook open voor allerlei shit. Mensen komen naar je toe, gaan met je praten, gaan met je babbelen. Ze schreeuwen. Ja. Heb ik heel veel shit van gehad. Dus nu moet ik bewust zijn van hoe ik handel. Want anders merk ik het in de fles. Als ik spiritueel niet goed in balans ben, dan uh, merk ik het meteen. Dan, um... En dat is denk ik hoe, ik hoe ik mezelf een beetje bescherm. En als ik met vreemden in contact kom, heb ik wel altijd één ding. Als je met problemen naar mij komt, we klagen niet over de dingen die we kunnen veranderen. Dus je mag klagen. Maar daarna gaan we meteen naar de oplossing. Goeie. Ja. Snap je? Niet, uh... Uh, dat is ook voor de mensen die dingen zweverig vinden klinken. Zelf hun bereikt dit. Ja. We gaan niet klagen over dingen die je kan veranderen. Als je, en als je ze wel, als je niet kan veranderen, dan is er ook geen reden om te klagen. Juist, dat precies. Dat ja, dus ja, ja, ja. Dat doen we man, niet. Juist. Ja. En dan heb ik soms gebroken zielen na een show. Ja. En mijn man, hij wou niet mee en hij werd ja. vreemd. En neemt. ik zeg, ja. dan moet je weggaan. <laughs> ja. Je... Dat moeten we gaan doen, toch? Je neemt dat op je om. Uh, ik zeg, ja. dan moet je weggaan. Ja. ja, maar ja, de kinderen. Ik zeg, ja. Prima. Hè? Ik zeg je, of je gaat gewoon nu blijven bij hem, gewoon tien jaar lang, vijftien jaar lang, en dan word je depressief. En misschien word je wel suïcidaal. Maar als jij dat wil doen, prima, dan moet je dat doen. Maar we gaan hier niet discussiëren. Als jij ongelukkig bent in je huwelijk, dan moet je weggaan. Of je gaat ja. iets vertellen, punt. Snap je? Dan ben ik heel... Boom. Ja, ja, ja. Snap je? Dus wit. Zo... Ja, ja. Dan ga ik het wel op die manier, uh, die manier doen. Dus energie, heel belangrijk, ja. Uh, kijk, nou, laten we even bij dat voorbeeld blijven. Mm. Uh, dan ga ik het weer even naar relatie trekken. Ja. Uh, want dat vind ik een goede. Uh, jij zegt gewoon als advies van, want je komt naar mij toe voor advies en dan moet je weggaan. Vooral als het om uh, vrouwen gaat, die kunnen dus val, uh, snel in een relatie vast gaan zitten in vrouw zijn van of moeder zijn van en wie ben jij dan zelf. Uh, mm. Dat gaat helemaal op de achtergrond. Je identiteit, je. Ja, je identiteit verdwijnt een beetje. Is, ja. het kan gewoon zomaar. gebeurt ook veel in een relatie. Klopt. Uh, uh, ja, dan misschien heeft uh, zo iemand dat nodig op dat moment. Dat iemand zegt: dan moet je weggaan. Al is het uh, niet per se de handeling, maar gewoon even wakker schudden: van anders niet zeiken. Ja, Weet je? want je kiest. Je kan <laughs> ja. toch niet zeggen, je klaagt over je relatie. Ik je ben ongelukkig. En je gaat, nu ga ik weer naar mijn man, doei. Ja, ja. Uh, nu ga ik naar de situatie die ik net heb omschreven, die me ongelukkig maakt. Ja, dat vind ik en niet En ik kom logisch. naar je volgende show volgend jaar en het leeft nog steeds. Ja, en dan ben ik nog steeds ongelukkig. En ja. dan ga ik tegen jou zeggen: fix me, ja. I can't fix you. Dat gaat niet. Ik ja. kan jou niet helpen. Ja. En er zijn vrouwen die ongelukkig zijn in een relatie. en die hakken die knoop door en ze gaan. Snap je? Dus het is niet onmogelijk. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar sommige mensen willen dan een, een speciale. weet ik veel. magic words of zo. En zo van. Zah, now ja. we fixed it. Nee. En dat ze naar huis gaat en het is opgelost. Nee. Als je in een abusive relationship zit. en jouw partner respecteert jou niet. Ja. En, en dat blijft hij doen. Waar je dan een aantal keer hebt aangekaart. You gotta leave. Of, of, of laten we die zo zwaar maken. Of uh, je, je voelt je verwaarloosd. En je hebt het aangegeven al jaren en niets verandert. Dan zeg je ook leave. Ja, ik weet niet wat ik er dan verder mee bedoel. Maar ja. in een relatie. Je houdt het niet politiek correct en laat opties van misschien moet je, of misschien moet je. Jij zegt: Look dit is wat ik neerzet. Kijk wat je we doet. We gaan je gewoon doet. checkboxes. <laughs> ja. Heb je het aangegeven? Ja, ja. vaak. Ja. ja, heb je echt gezegd hoe je je echt voelde, ja, ja? luistert hij? nee. Ja. Een relatie, je hoort niet in een relatie te zitten en dan je verwaarloosd te voelen. het tegenovergestelde moet gebeuren als je in een relatie zit. Ja. je moet je empowered voelen, je moet je levendig voelen, je, je moet, je, moet voelen. je energie geven. je moet helemaal zo opstaan, ja. ja. oh my love, en niet. maar is dat niet iets voor de voor beginfase vooral? hoe hou je dat tot stand? uiteindelijk, kijk, in het begin heb je die, ja, ja. toch? Yeah. ja, dat is wel leuk. Oké, okay, het hoeft dat niet te zijn. En dan komt het leven. leven op je af. Dat hoeft allemaal niet. Je hoeft niet voor de rest van je leven in de wolken te zijn. Juist. Maar je mag niet depressief worden oh, door dat, in ja. je relatie. Dat <laughs> is de contra. Ja. En in je relatie mag je wel depressief zijn, maar niet door je relatie. Mm. Als life happens in je relatie ja. eh, mm. en je, je, je partner wordt ziek en je moet hem verzorgen en je hebt geen tijd meer voor jezelf. Je wordt depressief. Ja. Hé, hey, soms moet je even meer geven, toch? Dat, dat is liefde, denk ik. dat Hoe zeg je dat toch? Tijdens het huwelijk in goede en slechte tijden. Juist. Dat vind ik wel. Moet je ook omarmen. Ben daar voor je partner. Dus ik zei geen gekke dingen toen ik in mijn single first relatie ding... die ik zomaar wilde opzetten. Nee, toen nee. ik zei van, in een relatie zitten is mentaal zwaar. Hoe dan ook. Ja, toch. Het doet mentaal je... iets. sowieso doet ja, ja. het iets, snap je? Uh, maar niet dat... Maar je zei, je zei iets moois net. Dus relatie, in die relatie mag je depressief zijn, maar, maar je niet moet niet door, door de relatie dat depressief is ja, die zijn. Wou ik zeggen, ja. okay. Dat vind ik. Ja, niet dat de relatie de oorzaak is van jouw ongeluk. Ja, 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 ja. Weggaan. Ja, ja, ja. Daar ben ik wel heel zwart wit in, ja. 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 We hadden dus over energie. Ik vind dat wel een keuze. Hè. En maar kijk, ik, ben, ik vind het mooi om te horen dat jij dus, uh, uh, want je bent dubbelbloed en jouw Surinaamse kant dus ook uh, dingen meegeeft. Er uh, zijn energie, ik gaf hippies uh, als, als voorbeeld. Uh, en jezelf beschermen. Want wat ik dan sowieso doe, uh, en veel Surinamers uh, met mij, is voordat je vertrekt, of dat nou na een even vooral naar een evenement of een feest of naar iets, dat ik praat. Hey, okay. mm. nee, geloof ik dat. Nee, 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 <laughs> ja, er gebeurt iets. <laughs> oh, <ja. lacht> nee, maar dat je dus uh, uh, praat met jezelf voordat je vertrekt. Ja. Ik ga naar zo'n plek. Dit is wat ik daar ga doen. En ik wil weer veilig thuis aankomen. En ik ga daar shinen. En al dat soort dingen. Of ja. Protect me. En met wie praat ik? Met Gado. Omdat. Ik praat met Honderd. Gado. Ja. En met mezelf. I. And I. Ja. Begrijp je? Ik en Gado. Uh, uh, daar praat ik mee. Uh, en dan ga ik. Ja. Ja, ja. En daarom. Dus wanneer ik zeg ik ben beschermd. Dat je denkt. Oh wat klinkt dat spannend. Wat heb je gedaan dan? Beschermen, dat ook bescherm me man. Juist. Stop. Daar heb ik het over. Ja, zo ja, doe ik het ook hoor. <laughs> ja, doe ja, doe ja. Dus dat praten is in onze cultuur heel belangrijk. Met jezelf praten voordat je vertrekt. En mm. uh, ook wanneer je weer bent gekomen, moet je ook bedanken. Hè, van hey, hey, shit. Niks, man. Ja, -tank, boom, boom. En verder. Uh, eh, eh, maar ondanks dat dus, of juist daardoor, heb jij de kracht om van al die mensen dat probleem, maar ook bedankjes, Alles. Uh, de knuffels, letterlijk aanraken, ja. te ontvangen. ja. Sterker nog, het gaan. geeft je energie. Ja, soms empowert het helemaal ah, ja. als ik bepaalde woorden krijg, maar soms ben ik drained. Drained helemaal, ja. ja dat ik echt... Maar jij vindt dat dat onderdeel is van jouw missie? Ja. Om drained te zijn? Je accepteert dat? Ik accepteer het. Ja. Oké, okay, want dat wil ik dus niet. Nee. Ja, uh, maar ja, ik denk dat het is all about. Weet je welk voorbeeld ik altijd neem? Hmm? Om, om, om mensen die dingen zweverig vinden klinken of dingen gewoon simpelweg niet begrijpen. Dan haal ik het voorbeeld tevoorschijn van een film uh, Green Mile. Ja. Ik zeg: Dit is waarom uh, ik vind dat je mensen niet zomaar moet helpen. In de film zie je dat hij helpt, hij helpt. Je kent de film? Ja. Green Man, hij helpt, hij helpt. En op het laatst heeft hij zoveel geholpen dat hij het laatste uitblaast, dat hij er zelf aan overlijdt. Ja. Omdat hij al zijn energie heeft vergeven. Ja. Ik snap hem. Alleen wat mijn filosofie is van het wel helpen, zeg maar. Um, ik heb dit, dit kwam, uh, ik zat in de jungle, Costa Rica. En ik was om me heen aan het kijken. En ik, uh, ik zat in een momentje, een spiritual momentje. En op een gegeven moment ik keek om me heen en ik kijk naar de omgeving. En als je kijkt naar de natuur, zegt de natuur eigenlijk één ding. En de natuur doet zijn eigen ding. Voor de ander. De zon schijnt niet voor de zon, maar die schijnt voor de bomen. De bomen geven zuurstof, maar niet voor zichzelf. De regen valt niet voor de regen, maar valt voor de soil. Iedereen doet zijn eigen ding in service van de ander. Als ik in lijn wil zijn met de natuur, als ik in lijn wil zijn met de schepping, als ik in lijn wil zijn met God, dan hoor ik te doen wat de schepping doet. En mensen interesseren mij niet echt wat ze allemaal doen. Maar als ik kijk naar de schepping, het enige wat de schepping doet, ik doe mijn eigen ding in service van jou. En ja, oké, okay, dan kan ik soms drained zijn, dan kan ik soms moe zijn, maar it's not about me. Snap je? En dat is wat ik, um, in zekere zin, hè? je hoort jezelf niet te verwaarlozen voor anderen. Maar ik vind wel dat je je anderen hoort te dienen. Want dat is wat de natuur doet. Je moet geven. Ja, ja je moet echt geven. Ja. Ja. Dus da daarom geef ik ook. En dan kan ik soms... Ik verwaarloos mezelf niet. Het is dus niet dat ik elke avond helemaal drained ben. Uh, omdat ik geef. Ik zit hier. Het liefst geef ik een overvloed. Dat ik alles wat over is, dat ik dat geef. En dat ik zelf het ben. Maar dat, dat lukt me niet altijd. Mm -hmm. Snap je? Mm -hmm. Dus soms ben ik fucked up, ja. Maar ik wil dienen, man. Dus... Met, met, met wat je net zei... Je zou zomaar gewoon een Ingi kunnen zijn, of een inheemse van Suriname, of een Native of American. 벤. Je hebt nog een Ingi in je oor, ook nog gouden oorbel. Nee, dus laat, me uh, dit... uh... laat het zien. Ah, kijk, moet ik. Oh, dat wordt het, Guinea. Oh, fuse, fuse, ladies. Montage. Ik heb jullie. Ik heb jullie. Zeg niet dat ik er niet voor je ben, <laughs> <shapes> want het, het lijkt me dat iets gaat gebeuren hier. Obama, nice. Ja, man. Oh, nice. Mooi. I love it. Ja, toch? Ik voel het ook en, op die en, manier. En zelf ook dat is niet zomaar. Uh, nee, doop man. Doop, doop, doop. Dus ja. daar hebben we wel veel uh, gemeen als het gaat om manier van denken, om spiritualiteit. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Zeker weten. Oh, doop. En jij bent ook de jungle in geweest. Uh, ja. Om te voelen uh, wat de natuur. Uh, ja, en als je bieden echt, heeft. Als je echt stil bent, en dat ja. is wat de natives ook zeggen, en ook nog veel inheemsen van Suriname, als ik naar mijn opa luister hoe hij het vertelde, gaat. Ga naar, de, ga naar het bos. Jezus, ga, ga, ga voelen. Ze gaan, ja. ze gaan ja. je vertellen wat wat, ja. wat is. Ja, ja. Want people, daar komt ego en die constructies. Maar ga eens daar naartoe. Mm -hmm. En wees stil. Ja. Je hoort het. Je ja. hoort wat ze zeggen. En toen, ja, dat kwam voor mij heel erg binnen. Ik dacht, hé, hey, mm -hmm. dit, is, dit is wat ik hoor te doen hier. Ja. Dus, uh, ja, 100% man. Oh nee, maar dat vind ik mooi. Want kijk, wij lezen in het westerse gedeelte van uh, de wereld. En dan kan je meegaan in die red, red race, in die flow. Maar jij gaat nog, wat ik ook doe, by the way, uh, terug naar hè, eigenlijk de, de basic. Nou, niet eens ja. de basic, de core. Juist. De core. Ja. Uh, om weer tot jezelf te komen. En dat is waarschijnlijk waarom je ervoor kiest en zelfverzekerd bent om van: ik ga mijn energie geven, al ben ik drained af en toe. Ja. Ik compenseer het wel uh, ja, wanneer is, ik naar een van die ja. trips ga. En dat, dat is uh, waarom ik het doe. En ook met spiritualiteit. Sommige mensen vinden het zweverig en weet ik het. Maar ik probeer het ook zo aards mogelijk allemaal uit te leggen. Ja, klopt. Ja. Het enige wat, als ik het begrip spiritualiteit moet uitleggen. Uh, en als ik, uh, dan zeg ik gewoon, spiritualiteit wordt gebruikt om het aardse bestaan wat dragelijker te maken. Om er wat meer meaning aan te geven. Om er Juist. Meer, kijk, het aardse bestaan, als je het heel plat gaat maken, dan doet niks ertoe. Maar met nee, spiritual. Dat, dat dus, ja. Met, met spiritual is gewoon, je, je maakt het allemaal wat draaglijker. Ja. Dus ook, ik ben kapot toch, ik lig daar helemaal drained. Oh. Ja. Maar door mijn spiritual is het van, nee, maar je bent aan het dienen, jongen. Ja, je bent ja. aan het doen wat de bomen doen. Je bent aan het doen wat de zon doet. Je bent in lijn met de schepping. Je bent in lijn met Godo mm -hmm. Je doet het. En dan ja. draag ik het. Ja, 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 ja. Als het contractueel was, ja, jullie hebben me helemaal leeg gezogen, dan doe ik het niet meer. Nee, nee, nee. Dan wordt het training. En dan, uh, ja. dan wordt het echt training. Dan wordt het echt training. En ik denk dat het je dan ook kapot maakt. Ja, uh, uiteindelijk wel. Zeker ja. weten. En ik hoop voor jou, want je gaat lekker. Uh, uh, we hebben het hier over de liefde gehad, maar ik moet je even props geven, want het is inspirerend als uh, ondernemer om te zien hoe dat voor jou is gegaan. Mm. Boom, en uh, overal geboekt en constant bezig en dat soort dingen. Dus dat ook belangrijk uh, vind ik, uh, uh, dat je je leven kan vormen hoe jij het ziet, want dat ja. is niet makkelijk. En het is geen geluk, kan ik je vertellen. Nee. Het is echt iets wat je zelf hebt gecreëerd. Dus daarvoor moet ik je props geven, want het is inspirerend. Dankjewel, man. Uh, 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 en, en dat je daarna ze er ook nog voor kiest, want je hoort je praten. Uh, kijk, ik zeg altijd dit, want ik ben gewoon straight up. Uh, al die motivational speakers en iedereen, uh, zegen dat ze er allemaal zijn. Maar niemand zegt iets, iets nieuws. Mm -hmm. Maar wat ik wel uh, 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 weet is dat, ja, maar misschien moest iemand het horen van diegene... op ja. die manier, in die forum in die setting. Zie, En jij bent een van die mensen en je helpt. Je kan vinden wat je uh, wilt van Jay. Ik wist dat niet, hè? Ik ging online, toen ging ik... Oh, zag ik allemaal dingen. Uh, ja, uh, ja, ja, ja. Uh, we houden van je en we vinden dit van je. Uh, maar je ziet toch ook... Uh, wat dat doet voor mensen. En dat valt niet te uh, ontkennen. Dat ik die filmpjes zie, dat ik zie... Oh, wow. Ja. Dat is een zegen als je dat kan betekenen voor mensen... Uh, hoe dan ook. Al zijn het er 1, 2, 3, 4 of duizend. Juist, ja. En hey, ik ben een Ingi. En ik voel je energie. En hey, je energie is goed, Mimang. Dankjewel, man. Ik bedank man. je Dankjewel. dat je bent geweest, man. En Dankjewel. dat je dat hier hebt gebracht, Mimang. Dank je. Het voelde ook echt yes. lekker hier, man. Dankjewel. Ja, man. Het is een prachtige ding, man. Thing, man. Hey, uh, waar moeten we je checken? Wat moeten we van je weten? Uh, Gooi je ons checken. wat er allemaal gaat hey, gebeuren, want ik uh, heb het idee dat 2023 nog funkier hey, wordt het voor Het gaat jou. alleen maar erger worden, jongen. het wordt overal. Wat uh, moeten we weten? Wat moeten we checken? Wat moeten we checken? Wat moeten we weten? Even kijken, je kan me sowieso checken op mijn socials. Dus gewoon TissueboyJ op Facebook, op Instagram, op TikTok, op... Wat hebben we nog? Hebben we nog iets? Nee, volgens mij... Dat jij discrimineert het... niet, jij bent overal. Ik ben overal, maakt <laughs> niet, niet uit. Dus die, die socials, daar gebeurt eigenlijk alles. Uh, er komt een... Ik ben nu nog aan het toeren met mijn theatershow Politiek Correct. Uh, er komt een nieuwe theatershow. Ik ben bezig met een boek. Ik ben bezig met. Ik ben met heel veel dingen bezig. Hoor je zelf praten? Schrik, hè? Sorry. Hey, ik ben veel met veel <laughs> dingen bezig. Dus eigenlijk, hou die. Eén ding wat ik vraag. Hou die socials in de gaten. Blijf in touch met Juist. mij. En uh, That's it. Uh, ik weet nog niet alles wat er gaat komen. Maar er gaat veel komen, ja. Ik heb een goed gevoel over voor jou. Uh, Gado is met ons. En mensen zoals ons. Ja. Da? Dus ja. bless you. Hey, uh, en als je wil, volg mij ook. Als je wilt. Like, abonneer en all that good stuff. Uh, at Gilly's Loveline overal. Hey, uh, zoals ik altijd zeg: if it ain't about love, it ain't about nothing. Ik zie je graag bij de volgende date. Jammer. Yeah. Loop, loop, doop, 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 man. Goed gesprek. Loop, loop. Goed gesprek.